test. Sorry? Zo. Beste kijkers. Ja, lekker. Ja, nu moeten we echt een beetje televisietje gaan spelen, hè? Dat is toch niet spelen? Jij neemt het bloed serieus, toch? Ik neem het bloed serieus, ja. Ja, dat is toch wat jij wil? Ja. Nou, ja. Dan niet zo, half nep bescheiden. Half nep en bescheiden, ja. Dit is gewoon het moment van de waarheid. En dan zit je tegenover de meest makkelijke te interviewen persoon van Nederland. Ik ben al 0 keer geïnterviewd in mijn leven. Ja, je zei dat je nog niet geïnterviewd was, dat ik het niet meer heb. Meestal als ik iets met kunst doe, dan komt het op de voorpagina of ergens via andere kunstenaars of zo. Ja. Niemand heeft ooit besloten om direct met mij te praten. Dus ik vind het eigenlijk wel een heel speciaal moment. Ja? Ja, zeker. Ja. Een beetje romantisch ook. Jij met je ambities en... Maar hoezo ik en ambities? Hoe bedoel je dat? Nou, dat is toch prachtig. Je bent nu gewoon een soort uit de kast aan het komen als potentiële BN'er. Als ambitieus iemand. De mensen reageren ook heel goed, hoor. Die zien jou dan achter op zo'n fotootje wat ik net dan op Insta plaats. Die zeggen, oh, je bent met Michiel Lielma, er gaat iets gebeuren of zo. Er zijn wel veel mensen die dat hebben. En feit is dat dit voor mij dus uniek is. En dat met jou gebeurt. Dus dat is toch wel betekenisvol, denk ik. Ja, voor mij is het ook uniek. Want ik heb nu alleen maar audiopodcasts gemaakt. En nu zijn we weer heel erg professioneel dat het opnemen. Dus nu moet ik weer gaan performen. Ja. Dus daarom heb ik mijn beetje, ik dacht, ik moet een beetje uitzien als een soort van VPRO iemand. Ja, dat is gelukt. Toch? Ja. Ik dacht van, ik moet een beetje unleash de Arjan Lubach in jezelf, dacht ik vanmorgen. Snap je? Ja, dat is toch een andere vibe, hè? Je hebt meer zoiets charmant stoffigs. En hij is toch een soort van, voor zover dat mogelijk is, een soort sprankelende idealist. Ja. En wat, hoe noemde je mij? Naïef stoffig? Weet ik veel wat je noemde. Ja. Charmant stoffig. Oh, charmant stoffig. En welk element is stoffig? Weet ik eigenlijk niet. Jouw pak. Oh, nee, zo. Ja. Dat is de aangetrokken. Ja, dat klopt wel, denk ik. Ja, zullen we beginnen? Ben je nerveus? Ben je er klaar? Ik ben niet nerveus. Ik zit er nu zit ik lekker erin. Dit is meteen wat het moet zijn al, toch? Zal ik hem nou nog aankondigen of niet? Dat is... Ja, doe maar. Je moet er niet doorheen lachen. Okay. Alleen als ik iets heel grappig zeg. Nou, hartelijk welkom bij Zomergeesten. Mijn eerste zomergeest. Dat klinkt heel dom, hè? Mijn eerste gast. Mijn eerste gast is Tariq Sadouma. Dat is echt een enorm grote eer. Je bent schilder, performer en ook pooier. Nou, ja, dat was ooit. Ooit. Ja, maar niet in op de manier die mensen zich misschien, of jij je misschien voorstelt. Totaal kunstenaar. Het was gewoon een onderzoek naar, het was een manier om in het Midden-Oosten bij bepaalde machtscentra te komen. Ja, dus dat kan ik beter overslaan in de introductie. Zo, ik weet niet of het een belangrijk onderwerp is. Een beetje, ik wil daar graag wel over vertellen. Okay, ja. Dus jij bent kunstenaar, schilder, performer en pooier. En ook, als het goed is, kennen mensen jou van jouw performances en jouw samenwerking en jouw medemakerschap in Kira. Nou ja, dat is ook iets om een beetje op in te zoomen natuurlijk. Hè. Wat is iets maken? Ik denk dat Kirak zo interessant is, omdat het eigenlijk speelt met een soort van hogere, interessante doelstellingen of principes uit de postmoderne filosofie van het omverwerpen van hiërarchieën en het opnieuw bekijken van hiërarchieën. En je moet denken aan Derrida en thema's van logocentrisch en dat soort dingen. Dat je ervan uitgaat dat iets dan hiërarchisch aan de top zit. Dus op het moment dat je onderwerp tussen aanstekens bent van een documentaire, dan is dat een bepaalde positie. En op het moment dat je filmmaker bent, dan is dat iets hogers. En die hiërarchie heb je dus ook bij de ultralinkse zenders, zoals de VPRO. En, het gekke is dat Kirak eigenlijk daar op een hele interessante manier mee speelt. Door ook mij toe te laten om verhaallijnen te spinnen. En andere methodes dan de gangbare documentaire of filmmaakmethodes te gebruiken. En dat gaat over manipulatie. Er wordt dan dus wel zo'n soort van neerbuigend over gedaan. Maar het is natuurlijk
essentieel dat je bijvoorbeeld in zo'n Sint-Lucas film, dat je hem zo kunt ontspannen dat hij dat gaat doen? Ik probeer gewoon te begeleiden als in de neoseksualiteit. Dit deed je heel goed. Je had ook een frustratie en een woede. Die heb je nu geuit. Aha, ja. En dan ga je nu zeggen, nou, maar ik ben ook een vrijgevige ridder. Wil je echt naar de juwelier? Ik ga met je mee. En met Stefan. Dan gaan we iets moois uitkiezen. En dan komen we hier terug en dan gaan we zo op een leuke manier verder. Vind je dat goed, Jeannie? Ja, dat is goed. Oké. Okay. Zie je? Islamiseren die handel. Anders wordt helemaal niks. Ik krijg dat gedrein, dat gedoe. Maar denk je dat ze het nog echt wel echt zelf wil? Of dat ze zich een beetje heeft om laten praten en eigenlijk in zichzelf al denkt van, nou, ik wil het eigenlijk liever niet. Ik begrijp niet wat je bedoelt. Maar het zijn allemaal momentane gevoelens waar je het over hebt. Ja, de ene precies. Keer denkt ze dit, de andere keer denkt ze dat. Ja, dat klopt. Dus ze zag jou in een bepaald licht. Ja. Toen heb je laten zien dat je toch niet die man bent die ze zag. Ze zag aan jou een momo. Momo was een links vriendje van haar die haar heeft aangeklaagd van verkrachting. En haar eigenlijk probeert kapot te maken in haar studie. Heel naar. Jezus, wat is vervelend. Heel smerig mannetje. En toen zag ze die man in jou. Omdat jij jezelf op dezelfde manier gedroeg. Dus ik, hoezo op dezelfde manier? Nou ja, gewoon dat nemen, niet geven. Maar wat dan? Daar herken ik me helemaal niet in. Dat begrijp ik dus helemaal niet. Nee, maar nu heb je de situatie omgegooid. Nu ziet ze iets anders. Nu ziet ze, oké, hij kan wel boos worden. Het is geen sulletje. Maar dan wil hij ook vrijgevig zijn. Als hij dan zijn mannelijkheid voelt en zijn controle voelt over de situatie, dan is hij ook geen ploert. Dus dat is het verschil tussen een ploert en een man die zijn waardigheid neemt en ook vrijgevig blijft. Oftewel een aristocraat of een ridderlijk type. En dat is van Momo niet. Momo is een smerige, slijmerige, zeikerige, vieze naaibak. Een bepaalde skill set, vandaar dat ik dat pooi onderwerp. Ook al voel ik me geen pooier, maar meer een soort manager van vrouwen. En ik word ook gemanaged door vrouwen, dus een beetje een wisselwerking. Maar dat is dus noodzakelijk om zoiets voor elkaar te krijgen. Als je niet een soort LEG-budget hebt en eigenlijk op de locatie gaat filmen, dan doet alsof die gebeurtenissen echt allemaal verband houden. Dus één shot moet dan gebeuren. Je hebt misschien 5 sms gestuurd heb ik van de telefoon van Jeannie, alsof zij het was. Met allemaal interessante, poëtische, amoreuze dingen. Zoals een goede waarnemer ontwaart zich mijn kern. En dat soort dingen. Daar was Sint-Lucas dus zeer van gecharmeerd. En die werd daar verliefd op. Maar dat was ik dus. En dat soort dingen die spelen net zo goed een rol in wat een Kirak is als de edit. Hè, waar Stefan natuurlijk een hele belangrijke rol heeft. Of het duiden van Kate. Die dan altijd in staat is om dingen in een soort breder jargon, bredere ideeënwereld te verbinden aan het academische. Dus dat, je kan ook zeggen, ja, dat is de top van de piramide, wat Kate doet eigenlijk, of niet. En dat wisselt, die polen, en dat is natuurlijk zo interessant aan Kirak. Dus eigenlijk is het een ontzettend postmodern medium. Ik wil natuurlijk heel graag met je praten over Kirak en over jouw rol daarin al die dingen. Alleen voor nu, voor het concept wat we vandaag hebben, gaan we het eerst ophangen aan bronnen, werken van anderen. En dan mag het vanzelf ontsporen en alle kanten op gaan. Ik zou het andersom doen, want anders dan, oh, dat is ook goed. Dan wordt het zo aanmächtig dat je dan dingen moet laten zien en dan krijg je weer zo'n formatachtig ding waar je zo bang voor bent bij zomergasten en boze geesten. Toch, het moet een beetje. Ja, precies. Dus we gaan die fragmenten gewoon erbij pakken als ze voorbij komen. We gaan het gewoon helemaal binnenste buiten keren. We gaan gewoon lekker wat doen. Ja, kijken of mensen blijven kijken. Waarschijnlijk niet. Waar zullen we beginnen? Je hebt mij hier in mijn eigen ruimte gestrikt voor een gesprek over allerlei dingen. En ik probeer met jou mee te gaan in waar jouw interesses liggen. Dus ik probeer nu, ik probeer aan jou te schikken, aan jouw nieuwsgierigheden. Ja, ik zou het leuk vinden om gewoon te kijken of wat ik altijd sterk vind aan jou, als ik jou zie, bijvoorbeeld in de Kirak films, dan merk ik, en ook als ik jou in echt tegenkom, dan merk ik dat jouw performance provocatief is of chockerend of mensen in verwarring brengt. Maar als ik je dan spreek, dan merk ik dat je er een enorme kennis en intelligentie en nieuwsgierigheid en liefde en hartstocht en al die emoties en al die gekte onder zit.
En, vooral hartstochten en liefde, denk ik. Ja, en daar ben ik natuurlijk benieuwd naar. Dus mijn vragen gaan daarover. Van wat is die... Ja, wat is die wereld en wat is die kunst? En wat is die kennis? Wat is dat bassin wat eronder zit? Waar die performances eigenlijk de speldenprikjes zijn om door die oppervlakte heen te prikken. Ja, waarom zou je in godsnaam meewerken aan iets waar je alleen maar voor verguisd wordt, bijna? Waardoor je gecanceld wordt, waardoor je veracht wordt in veel gevallen. Word je verguisd en veracht, ja? Ik heb hier wel heel veel dreigbrieven aan mijn deur gehad. Ik heb een expositie in Gent afgeblazen zien worden onder geweldsdreiging door allerlei vrouwenbeschermingsgroepen, zoals zal ik namen noemen? Meld het. En er kwamen hier ook dingen binnen met het stempel van Wanda. Of dat nou van Wanda is of niet, maar het gebeurt in die wave van wokeism en dat soort. Er werd hier gefilmd voor de deur. Kate is gefilmd bij het uitlaten van een hond. Er is een begrafenisonderneming. Die heeft een formulier van order gestuurd voor een kleine doodskist. Dus ik denk dat dat dan ging om haar zoontje. Dat soort grappen. En in Gent was het zo serieus dat de KASK ook heeft besloten om het hele gebeuren af te gelasten. Dus dan neem ik aan dat zij die geweldsdreiging en de dreiging om het werk, het schilderij van de entanglement van Dr. Spetter te vernietigen. Dus dat namen ze dan denk ik serieus, want anders hadden ze het niet afgelast. Ja, dus er gebeurt heel veel als je in die niche van onbegrip en complexiteit, ambiguïteit geraakt. Ja, zeker. Dat is een gekke keuze om te doen. Misschien is het helemaal geen keuze. Dus misschien is het echt hartstocht. Maar wat is dan die hartstocht die je daar brengt? Dat wil je misschien weten. Nou, ik weet niet, jongen. De allereerste video die ik van jou zag, dat is aflevering 5. En dan, dat is een soort ontmoeting met... Dat is erg lang geleden. Mara McCarthy, zeg dat goed? Ja. En dan zie je, ik zat het gisteren nog eens terug te kijken. En dan zie je jou een beetje om haar heen draaien. En dan in één keer zo toe happen. My artist friend Tariq Seduma is with us. And we are approaching Box Gallery. Who is showing these black paintings on the right. That are protesting the Vietnam War, and an old woman who's in the water with something that resembles the American flag a little bit. Only it's a little bit more white than blue, and she's sort of swimming with it. So we start to get interested in who's responsible for this. The gallery owner is Mara McCarthy, and her gallery is all about protest art. And for the people who like to know, she's the daughter of the legendary artist Paul McCarthy, who makes these kind of things. Hello. Hi. How are you? Good. Okay. Now I will ask. I have to ask for help here. Can I? Help. 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 I you do need not therapy? Know how to. Well, I'm not the one with red hair. Wow. Okay. That was nasty. A little bit, but that's okay. You'll get used to it. Go on. It's shocking in the beginning. Why is it black? These paintings are actually black because he originally painted them in the 60s in protest of the Vietnam War. His name was Wally Hedrick. They weren't painted as a creation of minimalist black painting. They were painted black to negate the frivolity of image. So they weren't painted as formal exercises. They were painted to protest the Vietnam War. But the war is over. How about wars that are still relevant? Are you going to vote Hillary? Oh, yeah. Yeah? But she was for the Iraq War. I know, it's complicated. Did you protest the Iraq War? Did I protest the Iraq War? I'm not... I don't know. The complicated situation... She is completely stuck in a politicized spectrum. She's in favor of Hillary and can therefore not really say she's against the Iraq War because she is sort of loyal to the Hillary idea. So she cannot move, so she's stuck and is only able and free to hang paintings that protest a war on which there exists no longer any controversy. This is the neutral spectrum
of leftist art. Then you enter a more cynical, complex world where Hillary is part of the Iraq war, but you still need to support Hillary. Now you cannot say anything about the world without burning your fingers, because every position is morally problematic. So then, in some sort of senile, demented, nostalgic gesture, you hang paintings about a war that are obvious in their moral position and unthreatening. This is why protest art, by default, is necessarily stupid and simplistic. These paintings give no substance to really think about war. They are only a symbol of being against war. What these paintings yield is the feeling of being on the right side of history. It doesn't ward off the complexities and moral paradoxes of the present. They are only a reflection of the owner's desire to be on the right side of history. Okay. So why do you like the protest in this work so much? Because you're sitting here, I don't know what your exact relation is to the work. I guess you're the gallery? Yes, this is my gallery. Yeah. Your gallery? Yep. So why do you like the protest in this? I just think he's really somebody that has such a, he had such a strong voice. He died in 2003, he had such a strong voice. This is going absolutely nowhere. What about the woman in the water? What about the grandma? Let's talk about the grandma in the water. The grandma in the water? She has Parkinson's. She has Parkinson's, and this is a piece she got invited to do something in Minneapolis. She got invited to do something in Minneapolis, and she wanted to do something in the Mississippi. Yeah. So she actually has these flags. These are objects that she's used in other performances. So she does pieces where she's basically kind of, she thinks of it as kind of acting out the news. She's the real deal. She's just really honest, and she's not somebody that's trying to make work to sell anything or do anything other than make work. I'm getting emotional because she's not been super well. Well, she has Parkinson's. She's just continuing to making work. She's performing, she's doing work. I've been thinking a lot about Simone. She's not super well. Yeah, I wouldn't like to get Parkinson's at all. No. No. It's like a dance, right? Shake it. She does, I mean, she integrates it. You see her kind of integrate it. It's really so embedded in her own body and her own skin. And she was aware of that. She was very much into that. A very highly demented priest who still has the spiritual force, you know? Yeah. Yeah. Wat je haar zegt is heel scherp en heel doortastend. En toch schrikt zij en schiet zij vol en dan stuurt ze jou weg. En ik heb het idee dat jouw benadering van haar ook, daar zit een soort van intuïtie om haar te provoceren ook een beetje in of zo, toch? Ik denk dat het werkte. Werkt dat? Ja, ik denk dat het werkte omdat ik dus eigenlijk begon over, het was de periode voor de Amerikaanse verkiezingen tussen Trump en Hillary. En zij vertegenwoordigt een bepaalde, nou ja, zij is onderdeel van een bepaalde intellectuele democratische elite. En ik was ook gewoon een beetje aan het kijken en aan het prikken. Want ik had een weddenschap met Stefan lopen. Ik zeg, die Trump, die wordt nog president of zo. En ik dacht, nou ja, laat me even een klein onderzoekje doen. Dus ik begon dat gesprek en ik begon over Hillary. Waardoor ze dus eigenlijk voet bij stuk ging houden. Ze ging daar all op in. En tegelijkertijd had je natuurlijk die Vietnam en dat is een beetje hetzelfde, weet je wel, van dat is goed en tegen de Vietnamoorlog en natuurlijk Hillary. En toen draaide ik hem om met die Irakoorlog, waardoor zij eigenlijk klem kwam te staan. En toen vroeg ik weer zo van, hoe zit dat nou met Hillary? En waardoor ze eigenlijk op het verkeerde been raakte. Dus het is ook wel een vorm van manipulatie, maar het laat ook bepaalde psychische kronkels zien bij het nemen van of innemen van posities, politiek gezien en zo. En ik ben natuurlijk niet zo geïnteresseerd in politiek, of het nou Hillary wordt of Trump, weet je wel. Daar gaat het voor mij niet om. Wat het voor mij om ging is om iets te laten zien over hoe dat soort processen werken in de psyche. En wanneer je het gevoel hebt dat je voor een groep moet staan, of dat je loyaal moet zijn, of dat je dus dat soort dingen vind ik heel erg interessant. En het lukte dus om haar daarin de knel te krijgen. Omdat ze dus een soort van loyaliteit heeft naar een bepaald idee. En daardoor kon ze niet meer die complexiteit van de Irakoorlog aan en de ambiguïteit daarvan en zo. En dat is natuurlijk een prachtig zicht op waarom het zo moeilijk is om kunst en
politiek samen te brengen als je niet bereid bent om dan ook de ambiguïteit daarvan te accepteren. Dus daar ging het over. Het ging eigenlijk over niet over, oké, als je politieke gevoelens hebt of ideologische gevoelens of anderszins betrokken bent bij vrouwenrecht of bij whatever, LGBT, dan kun je geen kunst maken. Daar gaat het niet over. Het gaat erover dat je moet letten op dat je dus dan ook die ambiguïteit meeneemt. Want dat is waar de kunst ontstaat. Die ontstaat in die kronkels, in die wrijvingen, in die cognitieve dissonantie. En als je die probeert glad te strijken voor jezelf, ten eerste struikel je dan psychisch. Het mist daardoor ook diepgang. En ik probeerde gewoon te laten zien waar kunst komt in die hele. Het is een kunst om iets te laten zien, om haar op een bepaalde manier daarin zichtbaar te maken. Iets in haar psyche zichtbaar te maken. En dat is wat de kunstenaar doet. Los van dat ik dan politiek geleerd ben aan deze of gene zijde van haar ideeënwereld. Dus dat was niet, vond ik niet interessant. Ik denk dat het heel erg verkeerd begrepen aflevering is eigenlijk. Maar dat is ook wel leuk. Hoezo? Omdat het altijd gaat over de man, die blanke man, ben ik helemaal niet. Ik ben natuurlijk een moslim uit Amsterdam-Noord. Tegenover die vrouw en weet je, dat soort ideeën. Dat is zonde, want het is ook niet echt empathisch naar haar toe. Want als iemand struikelt over iets, is dat helemaal geen ramp. En bij echte empathie zou men dan En ook het afsnauwen van zo iemand, of dat vind ik ook niet nodig. Behalve dat ik het absurd vind dat zij ons heeft laten verwijderen en daar ook nooit meer op terug is gekomen. I'm afraid I'm the bearer of bad news. Oh ja? One gallery in particular has not been too pleased. Is that running at the moment? Yeah. Could you switch it off, please? Okay. Could you take it off your shoulder, please? Well, as you must understand, so like Fries is a trade fair. Our clients are the galleries. They are primary concern, and we want them to be happy. It will not happen again. I have a meeting with David Hoyland. I would really love to film this because I'm a big fan of John Raffman, and I would love to simply finish what we're doing here. Can we make that the last interview and then? We're just making it more interesting. But the problem is, are you still filming? I'm allowed to film. I didn't agree to be interviewed. Please, can you? Cannot touch the camera. Please, can you prove to me that it's switched off? I don't have to prove anything. I can film from 1 to 5. A gallery has been upset, and unfortunately that means that... A woman has been upset. A woman with red hair and a green dress. I am really sorry that she was upset. It was not our intention to upset her. It was merely a talk about art. This means that she was upset by the talk that we had about art. And I think that the reason that we are not satisfied with the fact that then we are sent away is because... apparently a gallery is starting to get upset when you talk to them about art. And this is something that we also see as a freedom that you would have on an art fair to talk about art with the gallery. Do you agree? Do you agree? I'm not agreeing with anything other than with the fact that I've been told by my management that as part of my job, I need to make sure that no further galleries are upset. Unfortunately, by talking something to upset them about art. I'm not happy having this conversation here on the floor. I would ask you to please come with me to the press office. I'm just following on. So if you could please follow me and make it possible for me to follow my own. Because probably this will be a court case now. Because you... Tarek! So you're playing games also? No, you're also lying. You're playing... What have you I lied told us that we can do this interview. But after we've finished our discussion, it's sort of like I'm not convinced that this interview is not going to happen. No, I don't think I believe you. Well, can you please stay with them? I'm going to get somebody from security because... See, you're lying. You just told us we can do the interview, then we can go away. Well, that was at the sort of... It was at the beginning, so I didn't behave well. Now you're sending me out of class. Okay, let's do this interview. This is your idea of, I don't know, a cultural event? But unfortunately, you started by lying because I've asked you several times whether your camera was... I think it's very significant. I've asked you several times... That in this reality... Of course he's filming you. Of course we want this to be... No, it's not of course. I did not give my permission to be... It is important to me not to be... What it really is. And we are just discussing art. We're not insulting people. We're just having a conversation with a gallerist. You're grabbing at straws. It's nothing. There's nothing wrong here. We're talking about art and you're trying to send us away. That's basically what this is about. No, what this I'm is sorry. About is that I'm sorry against about my... without my permission. My job is not to speak on camera. We're going to have to call security unless you... Huh?
we're going to have to call security on this. Security? No, get security then. Incredible. Ja, hoe vaker ik dat terug zie, hoe meer chockerend ik dat vind. Ja, toch? Omdat ik... Ik had die uitkomst ook niet verwacht. Ik had verwacht dat zij in de lach zou schieten. En zou zeggen, nou, jij bent wel een leuke clown. En een eye of your ball. Ik vind haar vader een buitengewoon goede kunstenaar, Paul McCartney. Maar je ziet, wat ik wel zie, is dat ik zie jou wel als een soort van dier. Zeker, maar volgens mij is het zo geëdit dat je jou zeg maar daarachter ziet met zo'n soort grijns. Ja. En je ziet als een soort aasgier zit je zo. En ik denk dat zij dus veel meer op die non-verbale signalen gechoqueerd is dan op wat je verbaal teruggeeft. Want verbaal is er geen spel tussen te krijgen. De hele redenering is kraakhelder. Ze voelt zich op een verkeerd been gezet. En dat is een onprettig... Ze kon daar niet meer uit manoeuvreren. En kun je iets meer, want misschien zit er ook iets in die scène wat niet meer in de film zit, maar wat je wel nog kan herinneren van dat moment. Van... hoe begon dat dan? Ja, goed geëdit hoor, Stefan. Hij was wel echt zijn meester in om dan je die stukken te geven waardoor je dat echt nog kunt ervaren. Het is een soort pars pro toto. Het zit meestal niet, ontbreekt er niet iets echt essentieels uit zo'n stuk. Ja, wat was er nog meer? Ik denk wel degelijk dat ze moest huilen om die eerste clash en niet om dat die vrouw zo... Ja, want dat maakt ze ervan, toch? Ja, die vrouw met dat... Ja, maar dat is natuurlijk een coping mechanism. Ja. Ze had al dat verdriet en dat gevoel van onmacht. En dan is het natuurlijk een mooie afleiding om dat dan los te laten bij zo'n vrouw. Dat was mijn indruk van het moment. Dat echt een truc was eigenlijk. Maar dat is ook geen schande. Het is helemaal geen schande om te huilen of niet uit je woorden te komen. Of... Het is jammer dat het nooit komt tot een verzoening. Of tot een herziening. Of tot een vorm van diepe uitwisseling. Omdat het ervan uitgegaan wordt dat wij dan wel tevreden zijn met het pijn doen van zo iemand. Of het vernederen of het intellectueel vernederen. Maar dat is volgens mij helemaal niet aan de orde. Dat is een hele rare veronderstelling, zou ik haast durven zeggen. Dat onze beweegredenen zijn. Of dat is hoe we natuurlijk wil toch niets lievers dan als kunstenaar in een interessante gallery. Of een soort, wat ik nog interessant zou vinden, een inkijkje in het atelier van haar vader zou ik bijzonder interessant hebben gevonden. Dat ik de goede kunstenaar vind. Dus ja, het is heel gek dat er dan een soort van soort pauwnet-achtige behoeftes op ons geprojecteerd worden. Terwijl we misschien wel een soort vormentaal, beeldtaal hebben van dat soort contemporaire filmproducties. Maar dat is vaker zo bij kunst, hè, dat je dan een reclamestijl overneemt. Of niet eens een stijl, een soort indruk. En jullie worden ook weggestuurd. En dan zeggen jullie ook van, ja, we worden nu weggestuurd omdat we een gesprek willen hebben over kunst. Ja. En de dubbele ironie van de situatie is dan ook dat zij door kritische Vietnamkunst te posten, suggereert ze dat gesprek te voeren, maar wil ze dat gesprek niet voeren. Ja. En daar prik je eigenlijk dus helaas, onmiddellijk doorheen. Helaas. Door tegen, dat vind ik eigenlijk ook zo grappig, want ik zie dat je als een performer daarin staat vanwege dat wat ik dan even dat dierlijke noem. Ja, ik speel een soort van... roofdier die jij wil verslinden. Psychopathische... Maar je zegt wel meteen in jouw reflex van... En stem jij ook op Hillary? Hmm. En dan zeg je meteen van... Zij is voor de oorlog in de Irak-oorlog geweest, hè? Nou, ze zegt, het is complicated. Ja, en dan zegt ze, het is complicated. Dus ondanks, of nee, tegelijkertijd met dat je performt... Zie je meteen al die laagjes en raak je toch een soort diepere waarheid, waardoor dat is eigenlijk waar het pijnpunt van het echte gesprek zit. Ja, waardoor alles daar op slot gaat. Dat zij zich genoodzaakt voelt om te zwijgen over Irak, omdat ze in die verkiezingsaanloop zit en dus eigenlijk in een soort megalomanie denkt dat whatever ze zegt op dat kanaaltje van ons invloed gaat hebben op de Amerikaanse verkiezingen. Maar het is een dergelijke vorm van interne loyaliteit aan politiek die haar belemmert om eigenlijk een gesprek aan te gaan. En dat kan je dan ideologically possessed noemen, omdat zij dus beheerst wordt door politieke of ideologische krachten, waardoor zij niet meer in staat is een echt menselijke ervaring te hebben of een gesprek te hebben en uit een bepaald raster te komen, een bepaald harnas. En hoe doe je dat dan in dat moment? Dat snelle schakelen van aan de ene kant dat daar zo invliegen op een bepaalde agressieve manier. Hij smeert met honing. Nee, maar ik bedoel, ja.
Nee, maar ik bedoel dat niet vleiend. Ik wil dat echt begrijpen, want de eerste keer... Nou, het klinkt wel een beetje vleiend. Mijn waardering is gegroeid met de jaren. Want de eerste keer denk ik ook van... Wat een lompe, pauwnieuwsachtige truc. En dan op een gegeven moment zie ik hoe waar het is wat je raakt. En dan zie ik dat het niet anders kan dan wat Kirak dus echt heel vaak doet. Dat je denkt van ja, niet op deze manier, wel op deze manier. Want hoe anders? En dan breekt er iets open. Maar hoe doe je dat dan in dat moment? Dat je dus, ja, dat ben ik benieuwd als performer, zeg maar. Nou ja, in dat moment, dat is gewoon jaren training. Of jaren oefenen. Of dat nou is op gewoon eindeloos met mensen bellen op Instagram, op Facebook. Verfilmen op deze manier eigenlijk een beetje vanaf dat Stefan eindexamen deed. Toen was ik 24. Dat is dus bijna, nou ja, goed, reken maar uit. 19 jaar geleden. En hoe begon dat dan? Gewoon doordat we het gevoel hadden dat op de Rietveld een paar hele interessante ideeën waren die nog verder door te voeren waren. Over. Ja, we waren natuurlijk ook geïnspireerd door Ischa Meijer. Door. Thea van Gogh veel minder. Voor mij was het echt Ischa Meijer. Wat is een goed interview? Adriaan van Dissen op een bepaalde manier, het gesprek tussen Adriaan van Dissen en Oldmans. Waarin Adriaan van Dissen in mijn ogen niet goed vanaf kwam. En misschien toen op dat moment kwam Oldmans er in de ogen van het publiek niet goed vanaf. Dat is ook zo'n voorbeeld. Maar gewoon de traditie in Nederland om in staat te zijn door dingen heen te prikken. Wat een hele mooie cultuur is in Nederland eigenlijk. En die mengen met denken over kunst en psychologie en beweegredenen en dat soort dingen. En waren jullie ook toen al zo subversief daarin? Pardon? Zeg maar subversief tegen aanschoppen? Ja, maar het is grappig, hè? Want als je dan die interviews terugkrijgt, dan krijg je ook dat soort vragen van aanschoppen en doen. En dan zit je dan opeens in de jaren 80 en 90. Ik heb helemaal niet het gevoel dat ik ergens tegen aanschop. Maar je schopt tegen die Mara McCarthy aan. Dat schop je toch tegen aan? Pardon? Je schopt toch tegen die Mara McCarthy aan? Nee, want schoppen is dat je iemand alleen maar pijn wil doen. Maar daar heb ik niks aan. Waar ik iets aan heb is als ik een inkijk krijg in de wijze waarop zij beslissingen neemt. Haar psyche, de beweegredenen, dat soort dingen. Dus ik heb niks aan alleen maar confrontatie. Dat is oninteressant. Wat interessant is dat je, hè, zoals we net hebben besproken, dat je een heel duidelijk zicht krijgt van oké, dus dit en dat is dan belangrijk voor haar. Dan dat en daarom kan ze dat gesprek niet meer voeren en komt dat niet van de grond. En dan zitten wij natuurlijk al jaren te wachten op de vraag van is het jullie te doen om het conflict? Ik geloof dat niet zo is. Wacht eens eventjes. Dat is iets wat we natuurlijk heel vaak krijgen te horen, maar eigenlijk iets waar ik nog nooit antwoord op heb kunnen geven. En ik denk dus nee, want in alle gevallen, of het nou was een Kirak 16 of nou ja, noem ze maar op, had je net zo goed kunnen verwachten dat de directeur van ABBA zou zeggen interessant, weet je wat? Je hebt een beetje kritiek op Jonas Staal. Dat is goed. Jonas is een heel goed gesponsorde kunstenaar. Dat kunnen we hebben. Wij zijn een democratisch open-minded. We zijn het summum. We zijn een museum. Daar is ruimte voor. Kom die zaal doen, bijvoorbeeld. Of Mara McCarthy zegt, die belt en die zegt sorry dat ik... Dus het is eigenlijk heel gek dat... omdat er zo'n rigide... zo'n serie rigide reacties zijn, dat het wordt gedaan alsof wij ook hadden verwacht of verwachten of blijven verwachten dat de uiteindelijke reactie altijd zal zijn. En net zoals ik zeg, ik ben nog nooit geïnterviewd. Dus niemand weet ook iets over waarom ik dingen doe, hoe ik ze doe, waar ik in geïnteresseerd ben, behalve nu. Dus en ik denk dat dit een doorbraak is. Ja, maar ik vind dat zo bizar, want voor mij is dat zo vanzelfsprekend dat en nee, is niet waar, want je zei net dat jij er ook heel lang over deed. Nee, tuurlijk. Maar wel scherp blijven. Nee, dat klopt. Maar dan heb ik het over jouw rol binnen die film. Ik kan heel goed een proleet spelen. Ik denk dat ik pas bij Kirak 16 begreep ik... dacht ik, dit is daar ik aan doen. Dus dat heeft... En waar we het nu over hebben is Kirak 5. Dus dan heb je... Er zit één of twee jaar tussen. Dus ik heb een soort voortschrijdend inzicht. Ik zei iets verkeerd. Ik kan niet alleen heel goed een proleet spelen. Het is geen acteerwerk. Ik werk ook met mijn eigen vooroordelen tegen mijn persoon. Soms ben ik ook een driftkikker en ben ik kort door de bocht en ben ik niet zo bijster.
Maar als je dat van jezelf accepteert en leert kennen, en dat zou dus Mary McCarthy ook kunnen doen, dan ga je dat op een gegeven moment ook zien als een tool. Dus je gaat gewoon beseffen van, nou ja, ik heb bijvoorbeeld af en toe een beetje een paranoïde inslag en dan overdrijf ik. En op een gegeven moment wordt dat een onderdeel en dan leer je dat ook opvangen. En dan is in dat spartelen eigenlijk, of in dat omgaan met je eigen, nou ja, ga ik het woord perceptie gebruiken, maar het is niet alleen perceptie, het is ook je eigen voorkomen en al die. Kun je dus tactieken, dat is een beetje een rot woord, want het klinkt heel erg bedacht, maar het is meer, strategie is het ook niet, sensitiviteit ontwikkelen voor het graven in andermans psyche. En dan binnen het tijdsbestek van een opname. Dus wel die ambiguïteit en flexibiliteit blijven behouden, ook in de zogenaamd schijn van conflict, of dat mensen denken dat er een conflict is. En dat, maar het probleem is, ik ben limited tot het medium. En bij Kirak gaat het gewoon over dat dat op die manier in ieder geval op film werkt. En in een interview kun je een hele andere kant van jezelf laten zien. En ook andere dingen bespreken. Dus, hey, een van de eerste dingen die je tegen die Mary McCarthy zegt is van, ik ben niet degene met rood haar of met geverfd haar. Ja. En dat is heel gevat en heel scherp en snel. Ze verwees mij naar Gekkenhuis. Ja, precies. Ja. En dat is ook heel erg voorbarig, toch? Dat is voorbarig. Maar ik bedoel, dat zet je toch meteen op een spoor van dat jij... Ja, je bent wel in een missie. Of je bent wel op een oorlogspad. Nee. Zij begon met doe je niet therapy. Dus zij zette de toon. En ik dacht, nou, laten we die dan eens even spiegelen. Kijken wat er dan gebeurt. En inderdaad, zij raakte meteen beledigd. Hè? Ik bedoel, als het een moslim was geweest, dan had ik gezegd, zie je wel. Ja. Weet je wel. En ik was natuurlijk helemaal niet beledigd. Want ik ben ook best wel iemand die behoeftig is aan therapie en zo. Dus dat is helemaal niet, dat vond ik helemaal niet erg. Maar het was gewoon leuk om dan meteen die te pakken en te kijken, oké, maar als ik hem omdraai, dan word je dan boos? Of wat is jouw intentie? Want als jij boos wordt om eenzelfde soort kwinkslag, dan betekent het dus dat je een soort vijandelijke essentie hebt van iets in mijn, en dat zei je al heel mooi, van mijn houding of mijn manier van doen, riep bij haar al die vijandelijkheid op. Ja. En dat was natuurlijk, als je het dan hebt over, en ik denk dat het intuïtie is. Dus het is, je komt binnen en je gaat zitten en je merkt, nou, dan kan je ook zo gaan zitten. Of dan kan je zo, of je voelt dat aan of iemand daar ongemakkelijk een beetje van wordt en zo, maar dat is niet dat je dan uit bent alleen maar op een breuk, maar ook op toegang tot dingen die de persoon misschien niet van zichzelf wil laten zien of van zichzelf weet. Ja. Zoals jij nu bij mij doet eigenlijk. Ja, nou ja, ik denk de hele tijd bij jou dat... Dit ook een performance is? Nee, nou ja, al een beetje. Nou, nee, ik heb wel het idee dat we zijn... Het was een prachtig programma dat we hadden gemaakt. Het is een soort van zeer gevoelig, sensitief portret van een vrouw die... Een prachtig rood haar. Dat? Misschien is dit ook nep. Ja. Nee, ik denk misschien wel... Misschien straks gewoon weer meisjes in elkaar te rossen op een kamer met een paar verkrachters. Dat weet je niet. Dus dit is ook geen reden om mij te vertrouwen. Het is niet dat ik uit mijn woorden kom en zo. Je moet wantrouwend blijven. Ja. Je bedoelt, je kan nu gewoon... Je bent nu als een soort chameleon. Spiegel je even zo dat VPRO-sfeertje. en dan nu trap ik helemaal daarin. Dus dat is een geweldige jongen. Kun je eigenlijk goed mee praten. Maar niet in de ijskast kijken, daar liggen allerlei want mijn hele idee om zeg maar met jou juist... dat zomergastenformat te gaan doen, dat ontstond eigenlijk... Fromage. Nou, omdat ik dus elke keer als ik dus jou in die Kirak-films zie, dan zie ik inderdaad al die dingen, performance, provocatie... Je bent zelf een performer, je hebt theater. Ja, zeker. Wat vind je van mijn acteerwerk? Is dat goed? Heel overtuigend, want het heeft heel lang geduurd voordat ik zag wat je deed. En meestal heb ik voor mezelf de indruk dat ik heel snel zie wat iemand doet en daar heel erg doorheen kijk. Ik bedoel, de kleinkunst, godverdomme. Domme, zoals Michiel Romein altijd prachtige Jiskevet. Godverdomme! Zoals je het nooit uitspreekt. Maar je kan het ook eigenlijk op film niet anders uitspreken dan op een kleinkunstmanier. Nu weet ik nog steeds niet op welk laagje nu de ware Tariq is. Of net die 3 seconden dat je even iets heel anders doet. Of dat nou de echte is en de rest, zeg maar, één grote smoke and mirror. De echte Tariq is een heel gevoelig liefde voor iemand. Die dat is dat jongetje dat heel schilder in de steek gelaten is door zijn grote liefde, dokter Rutz Petter. En daar wordt misschien wel een mythologie over geschreven. Dat is de echte Tariq.
Ja, je zei, we hebben net een uur geleden zei van laten we het niet over de liefde hebben. Dus weet niet, of gaan we het toch wel over de liefde hebben? Nou, laten we nog even wachten. Okay. Want anders dan zet iedereen weg daarna. Dat is zo teleurstellend. In jullie laatste film, Under a Sinking Sun, zit ook een moment dat jullie helemaal losgaan op een... Helemaal losgaan tussen aanhalingstekens op een van de studenten. Dus ik neem een banaan en dan doe ik daar klei over. Dan pel ik hem, eet ik hem op en dan gaat hij de keramiekoven in. De werken van Chris komen tot stand wanneer hij zin heeft in een banaantje. De schil die overblijft smeert hij in met klei en doet hij in de keramiekoven. En dan denk ik van, oh, nu heb ik zin in een banaan. En dan maak ik er eentje, snap je? Ik heb een hongertje, ik ga even een banaan eten en... En daarom zijn het er zoveel geworden, snap je? Omdat soms... Oh ja? Nou, heb je, hoeveel controle heb je daarover? Ja, ik heb daar niet specifiek... Nou ja, je weet toch dat als het nat is, dat het dan korrelt? Ja, maar dat maakt me niet zoveel uit. Nee. Dat maakt me niet zoveel uit. Mijn werk gaat heel vaak juist over het verliezen van controle. Ik ben eigenlijk niet zo geïnteresseerd uitglijden. In die controle. Of in dat componeren. Of in dat... Nee, maar je hebt nooit controle, want je hebt altijd weer een volgend element wat niet. Dat is leuk aan de werkelijkheid. Ik denk dat het... In modellen heb je controle, maar in de realiteit is er altijd een element wat... Het is niet een laboratorium. Dus jij bent daar angstvallig over, merk ik, ook net in het gesprek. Dus blijf je eigenlijk constant in dezelfde cirkels een beetje... Niet te veel doen, niet te veel doen. Anders glij je uit. Zo. Jeannie. Ja. Vind je dit erotisch? Sexy? Je wordt er niet geil van. Nee. Kom eens. Leg je hand eens even hier. Kom niet zo. Niet zo. Nee, ik wil niet. Nee, dat wil ik niet. Waarom ben je zo verlegen dan? Nou, omdat ik zo ben, zeker. En ik wil gewoon mijn werk aan jullie tonen. En ik voel me hier wel een beetje in de val gelokt... in jullie soort van voorbedachte situatie. Van, ah ja, we gaan hier studenten in een soort van specifieke situatie... en je dwingt me hier om... Nee, het komt echt door die bananen, hoor. Ik ga echt in op de bananen. Het is niet gewoon dat er met een scenario... En, je bent heel erg paranoïde naar complotten van kunstenaarsstrategieën. Daar wil je geen strategie hebben. Misschien wel. Ja. Misschien wel. Werkt dat? Mijn eindconclusie is dat... ik zou niet in zijn schoenen willen staan. Dus ik vind het mooi dat hij een iemand uitbeeldt die niemand wil zijn... waarvan iedereen terugdeinst en denkt van... oh mijn god, stel je voor dat ik hier gewoon bananenschillen aan het maken ben. Doelloos of... En dat ik niet verder kom dan een soort misvatting van... oh nee, als ik een volgende stap definieer of iets herken, dan zit ik vast. Maar dat, weet je wel, dus dat... En hij doet dat gewoon en hij gaat daar helemaal mee. En dan is die preutsheid die je ziet in zijn gedrag ook weer interessant. Omdat het ook weer gaat over... Daar heb ik heel veel waardering voor. Dus het lijkt mij gewoon geweldig als hij de rest van zijn leven gewoon dit soort dingen blijft doen. En dat mensen naar hem kunnen kijken en denken, godzijdank, hè, heb ik... een heel ander bestaan, maar het is goed dat hij het doet. En de kunstenaar als slemiel eigenlijk... als totale, oninspirerende, burgerlijke, preutse, vastgelopen figuur... die zichzelf misleidt met platitudes om te zorgen dat hij... het gevoel heeft dat er een soort van spanning in zijn leven is die er helemaal niet is. Want het is allemaal heel plat en oninteressant. Maar ik vind het prachtig dat hij dat durft te laten zien. En ook durft te zijn. En dat vind ik heel erg mooi eraan. Dus ik vind het wel een van de betere dingen al. Vergeleken met die andere dingen die ik heb gezien. Ik hoorde Stefan of Kate zeggen van... Ja, maar wij ergens zijn we ook bezig met een soort reenactment van wat wij weer op onze school. Een soort van het nadoen wat onze docenten of leraren... We werken zeker in de traditie van de Rietveld, ja. Ja.
En dat vind ik dus interessant. Je hebt hele mooie dingen geleerd daar. Daar zie je eigenlijk wat performance en ook weer dat echte. Wat, ja, daar komt dat allemaal heel mooi samen. Dus ik dacht, misschien kun je iets vertellen over hoe je dat doet. Als, hoe je daar dan in staat. In zo'n dag of in zo'n film of in zo'n... Chris Hoeben had ons uitgenodigd. We waren daar door hem. Hij heeft daarvoor eigenlijk heel veel medestudenten en leraren getrotseerd. Hij geloofde in ons en hij was echt geïnteresseerd. Hij was een interessante, showvele, een beetje hippie-achtige, anti-held-achtige verschijning. Een beetje verlegen Belgische jongen. En hij dikte dat aan. En toen we hebben eerst koffie gedronken. En ik had het gevoel dat hij dat aan het aandikken was en dat hij daar een spel mee speelde. Dat was mijn intuïtie. En dat vond ik heel erg interessant, want ik ben heel erg geïnteresseerd in anti-helden. Of dat nou is in het werk van Arnon Grunberg. Ik was natuurlijk enorm... enorme fan van Broccoli in De Figuranten. Ik noemde Geert Waling ook altijd Yellow Broccoli. Maar goed, meer dan die Grunberg-pretentie met ze. Ja? Ja, toch? Vind je Geert Waling een Grunberg-pretentie? Ja, toch? Hij is niet gevat en hij is niet scherp. Maar hij weet dingen heel goed. Dus maar hij kijkt erbij alsof hij heel gevat en scherp is. Dus dat is wel een soort van grappige... soort van... En Grunberg is op zijn manier natuurlijk wel gevat en scherp. Maar goed, ik ben met Geert ook naar New York geweest. Dus ik heb een beetje een inzicht in... Whatever. Waar waren we? Ja, bij Under a Sinking Sun. Ja. Dus Chris Hoeben, ik vermoedde dat hij ook een anti-held interesse had. En ik vond dat mooi. Het is een bekendere anti-held. Het is namelijk een soort van figuur die slemiel speelt, maar dan uiteindelijk dieper en waardevoller en echter blijkt te zijn dan al die pretentie. Het is een diep christelijk... diep christelijke anti-held. Hè? Dat is het ezeltje en niet het paard of zo. Hè? Dus dat het nederige ezeltje. Dat is een soort van thema wat we ook heel erg voelen in Nederland. Dus kun je dat iets beter uitleggen? Nou die, ja, die goed. Christelijke anti-held? Ja. Dat je, nou wel juist christelijk. Ja, dat je altijd natuurlijk in Nederland een soort van afkeer hebt van opsmuk, overdrijving, flamboyant. Hè? Ik bedoel de voorbeelden die stromen binnen. Of je, nou, ik denk niet dat ik het kan vinden, maar misschien kun jij het vinden, dan kun je het laten zien. Dat is één. Ik weet niet hoe die heet, Huppelpupse plassen van Jiske Vet. Daar zit een prachtige Joegoslavische beeldhouwer. In, gespeeld door Michiel Romein. Wat is dat met jou? Ik begrijp mij niet. Het is geen ene spatje wat mij tot inspiratie kan brengen. Je bent met kwelgeest gaan. Elke keer is het weer dit, is het weer dat. Heeft mevrouw weer geen zin? Heeft mevrouw weer opgesteld? Is mevrouw weer verliefd op een andere manier, maar nooit op haar? Mevrouw zit er elke keer bij. Waarom is het zo dat ik alles heb gegeven in mijn jonge leven om jou hier naartoe te brengen? Wat ga jij doen? Je gaat vol fruiten, je gaat drinken, je gaat op stap, je gaat plezier maken. En mij geen ene moment gunnen van jouw goddelijke body te genieten voor het behoud van de kunstwerken. Je hebt godverdomme alles in het werk gesteld, die creativiteit in die kop kapot te maken. Ik ben niet de enige die zegt dat jij gewoon een vieze stinkhoer bent. Dat zeg ik. Een stinkhoer. Die gaat hier zitten als uitgezakt is. Snol, zeg ze hier in Nederland. Snol, hoer ben jij. En ik ga drinken door jou. Meneer? Maar, wie ben jij? Strandvliegje. Vergeeft u ons dat wij zo inbreken op wat u aan het zeggen was? Ja. Maar wij dachten, is het misschien niet gewoon een kwestie van zelfkritiek? Wat weet jij nou eigenlijk over een sfeer? Wat weet jij eigenlijk over zelfkritiek, godverdamme? Jullie Hollanders weten het altijd beter. Jullie kunnen goed rekenen. Jullie kunnen goed dingen in elkaar zetten. Jullie kunnen zeggen hoe andere mensen in elkaar moeten zitten. Maar jullie hebben godverdamme...
zet je gevoel in je donder. Godverdomme. Nou, wij dachten, misschien zit het wel zo dat u zo bang bent om te falen in wat u van plan bent te gaan doen, dat u eieren voor uw geld kiest en er maar liever helemaal niet aan begint. Zou dat het kunnen zijn? Ik ben er eigenlijk van. Je hebt godverdomme nog geen één artistieke veen in je hele lichaam. Je kan je moeders kut geen eens van een koe onderscheiden. Godverdomme, hoe wil je zeggen dat je iets artistieks kan maken? Je kan alleen maar met die klompjes door het veld lopen en een koe aan zijn tepels trekken met je boerenkaniskop. Ja, maar het is wel precies wat Geurt bedoelt. Dat je, soms zit je ergens te dichtbij. Dus ik wil zeggen, u heeft uw eigen creativiteit. Die ligt daar. Maar je kunt er met uw vingertje net niet bij. Wat Polle bedoelt is eerst beginnen en dan maar zien waar u uitkomt. Zodat u uw gevoel als het ware met u meetrekt het kunstwerk in. In plaats van proberen eerst uw gevoel een vorm te geven die u dan nastreeft, maar waar u dan misschien niet aan kunt voldoen. Polle. En ze is slaapgevallen. En Michiel, die doet dat stemmetje. En ik ga drinken door jou en ik ga niet meer. En de passie is te groot en dat Joegoslavisch en dat gedoe. En dat heeft dan iets, eigenlijk is dat een ontzettend discriminerend portret. Want het gaat erover dat die man dan in zijn lijfelijke passies eigenlijk voorkomen faalt in het maken van een mooi portret. En dan komen die drie Hollandse boerenjongens eraan en die zijn rationeel en die gaan gewoon echt werken. En die maken dan een prachtig portret van zijn vrouw die hij niet kan. Terwijl hij noemt haar smerige hoer. Het gaat eigenlijk veel meer op een plek zitten die pijn doet. Hij wordt er lelijker door, zij wordt er lelijker door. En zij maken een soort prachtige neoclassicistische vrouw. Fantastisch. En dan denk je echt van ja, Nederlandse nuchterheid en al die dingen. Maar in hun nederigheid. En hij in zijn bravoure. Weet je wel, dat is stom mediterraan gedoe. Maar het geniale van Jiskevet is dus dat zij dus een neoclassicistisch beeld maken. Dus het is eigenlijk ook een soort nazisme opeens. Dat is een fantastische omdraaiing op het laatste. Die zelfs de fans bijna niet doorhebben. Het is fantastisch. Dus dat idee van waar echt je, wie vertrouw je? Er komen twee sollicitanten binnen. De ene is heel goed in Nederlander zijn. En is nederig en serieus en ingetogen. Zoals een beetje zoals jij erbij zit. En de andere is flamboyant en waar gaat je eerste. Kijk, in Egypte nemen ze meteen die flamboyant aan. Dat is goed, want die gaat lekker met meiden strooien en die gaat dingen doen voor je bedrijf en zo. Weet je wel, het komt helemaal goed. En balletje en weet je, kaartspelletjes. Dus die wil je hebben. Maar hier hebben we een ander idee over. En Chris Hoebe vertegenwoordigt dan die jongen die onderschat wordt door, hè, door ons. Door de pretentieuze, machtige karakter. Natuurlijk ook een stelletje pathetische marginalen zijn. Dus ik vond het heel mooi. Dus ik ga dan in die performance en ga ik ook natuurlijk naar mijn eigen frustraties en naar mijn eigen pathologieën. De ergernis daarover. Of dat nou is van mijn schooltijd. Dus ik ga hem mijn antiheld geven. Ik ga hem zo te kakken zetten, op een bepaalde manier. Maar te kakken is eigenlijk een slecht woord. Onder druk zetten. In zijn performance. Want hij is eigenlijk aan het performen. Om te laten voelen, en dat is liefdevol, en dat heeft hij uiteindelijk ook begrepen, daarom heb ik een hele hoge pet van hem op, om hem te laten voelen, zo ver kun je gaan in een performance, in je antiheld. Zo ver moet je durven gaan. Dus dat mensen bijna moeten kotsen als ze mij zien met die jongen, dat is het spel. Maar dat zo'n jongen dan uiteindelijk naar mij toe komt, en hij heeft dat hele ding in Gent georganiseerd, die schaduwexpositie. Ja. Want het was gecanceld. Maar hij heeft dat gedaan, Chris Hoebe. Ja. Bedankt, Chris. En dat hij dan voelt van oké, mijn antiheld kan zo onder druk komen te staan als ik ooit performancekunstenaar word in een soort van improvisatorische omgeving, dan kan ik dit tegenkomen. Zo'n tegenstander. En daarmee neem ik hem natuurlijk ultiem serieus als kunstenaar. Dus ja, dat is een beetje wat ik dan zie in zo'n krachtmeting. Dat hij daar misschien pijn van heeft, tot op zekere hoogte. Dat is dan onderdeel van het leerproces.
Maar ik zeg dat niet als een sadist. Het is niet mijn... ik haal geen genot daaruit. Ik haal genot uit het feit dat ik vind dat hij zichzelf heeft overwonnen door ons toch nog uit te nodigen, door het gesprek aan te blijven gaan. Ik vind dat het hem enorm siert en dat geeft me enorm veel vertrouwen in zijn karakter eigenlijk om kunstenaar te worden. En daar kan ik alleen maar bewondering voor hebben. Hoe gaat zo'n moment in zijn werk? Hoe is dat een ingeving on the spot? Of ben je daar al mee bezig terwijl je door die wandelgangen gaat en dat je je oplaadt als een batterij? Of hoe werkt dat? Hoe komt nou net daar die confrontatie op die manier eruit? Maar waarom is dat een soort van hoogtepunt? Of ja, hoogtepunt? Momentum. Ik denk dat het intuïtie is. Ik denk dat we zoveel verschillende kunstenaars hebben gezien in ons leven. En jonge kunstenaars. En dat je meteen aanvoelt van, oké, daar zit het een beetje. Hij stelde me ook niet teleur met zijn banaantjes. Dus toen ik zei van, ja, maar die glazuur die dan ontstaat door dat je dat in de oven doet, dat er nog stukjes van die bananen aanplakken van die schil, en dat een soort mooi bruin glazuurlaag gegeven. Heb je daar geen controle over? Dus ik neem dat ook bloedserieus. En daar heeft hij me voor bedankt. Hè, dat ik zijn medium zo serieus nam. En dat ik eigenlijk dus daar heel veel interesse in had. En dat hij dat ook daarna begreep. Dat het niet een gimmickje mag worden. Ik doe maar een banaan. Ik ben nederig. Nee, dan zou je willen dat er een banaan is die op zijn eigen manier zo specifiek is, zo doorleefd is, zo doorwerkt is. Het maakt hem niet uit waarmee je werkt. Dat die banaan alleen door Chris Hoebe gemaakt zou kunnen worden. En dat die banaan ook toegang geeft tot de psyche van Chris. En via Chris misschien nog de psyche van andere dingen. Want kunst gaat nogmaals voor de duizendste keer over dingen laten zien die je anders niet zou kunnen zien. En dat gaat dus soms over hoe je perceptie werkt. Of hoe je... Dus ik vond het interessant. Maar het viel me wel op toen dat ik dacht, en daar zit de omslag in die performance. Dus je begint met een soort van, oké, anti-held, anti-held. En daarna ga ik zoeken. En dan, als ik dan vind dat het desinteresse is ten aanzien van de specifieke elementen van zijn werk, dan denk ik, oké, hier zit een probleem. Gewoon als kunstenaar tot kunstenaar. Hier had hij meer liefde voor op moeten vatten. Hier had hij zichzelf niet serieuzer, maar wel verantwoordelijker moeten opstellen. En als ik dan in de rol ben van mentor, dan probeer ik daar dan, en op het moment dat hij dat dan gaat die performance, neemt dan een bepaalde richting. Dus ik zit niet op een trein die dwars door iemand heen gaat. Ik zit constant te voelen en te kijken van, en dan denk ik, oké, maar hier moet ik nu, hier kan ik iets laten zien. Ja, wat interessant is over kunst. Dat is belangrijk, omdat het zingeving is. Ik denk voorkomen onbelangrijk, want je hebt geen bal aan. Dus als je zegt van mensen hebben mij nog nooit geïnterviewd en daar zit ook iets onder zo van mensen, nee, niet rancuneus, verongelijkt. Ik ben verongelijkt. Van mensen vragen niet wat daaronder zit. Ja. En ik denk dat zo'n moment laat ook, ik heb ook het idee dat zo'n moment dat mensen daar een beetje, wat ik zo om me heen proefde bij die film, is dat mensen daar ook een beetje van kunnen schrikken van hoe hard dat moment is. Maar is dat wel zo hard? En dat vind ik dus interessant. Is dat echt zo hard? Ja, ik vind dat dus niet. Omdat ik zelf ook al mijn hele leven in dat kunstvak onderwijs zit. Nou, dat vind ik ook dat ze dat dan aan Chris zouden moeten vragen. En daar wordt het gek. Want ik weet dus, want ik heb het namelijk wel aan Chris gevraagd. Een paar maanden later. Ik heb gewoon gezegd, hoe zie je dit? Ik ook trouwens. Ik heb het 2 dagen later ook aan hem gevraagd. 2 dagen na de gebeurtenis? Oh nee, niet na de gebeurtenis, maar na de première. Wat vond hij toen? Ja, hij haalde er hele andere dingen uit voor hem, die voor hem heel goed waren. Ja. En zei van, ja, dat maakt me niet zo uit. En we hebben toch een hele mooie show hier neergezet. En weet jij, hij is heel erg aan het nadenken wat het wisselgeld is. Ja. En, als een maker. Ja, maar daarom is het ook zo gek dat je dan weer meteen, dan wordt het meteen weer een bepaalde betekenis erop geprojecteerd. Van het zit zo en zo. En niemand heeft hem gevraagd, Chris, hoe is het voor jou? En dan nog kan je zeggen, ik bedoel, er zijn heus mensen in Kira komen die ons nog steeds van allerlei. Maar er zijn dus ook mensen die zoiets hebben. Nee, als je ze een beetje ruimte geeft, dan blijkt het heel erg anders te zijn dan in eerste instantie. En dat zijn verschillende geluiden. Ja. Juist die kant van jou, wat ik de hele tijd maar een beetje omheen draai, die beetje provocatieve, ordinaire kant.
Dat is misschien leuk om daar even naartoe te gaan. Juri Albrecht probeerde jou in de Bali een soort van te framen als een soort van agressieveling. En daar gaat daar ook over, toch? Dat juist wordt aangegrepen om jou te framen als iets. In plaats van dat gesprek hierover aan te gaan, wat wij nu proberen, of wat ik nu probeer. Ja. Ik weet niet, misschien vind je dit ook wel helemaal niet een poging, maar niettemin, ik probeer het toch. Niet zo zeker. Ja, ik ben benieuwd hoe je dat moment nu ziet. Dat moment dat Juri jou op het podium confronteerde eigenlijk met die agressie. Ik was er niet meer bij. Of jij liep boos weg, toch? Ja, ik was een beetje aangeschoten. Ik hou me vast ook voor je, doe ik altijd. Oké. Okay. Ja. Ik wil eerst nog iets zeggen wat Linda zei. Dat zit dan misschien wel... Staat hij aan, de microfoon? Deze ook? Hallo, test, ja. Dat wat er met Sid gebeurt misschien een vorm van seksueel geweld is, omdat Sid zijn toestemming introk gedurende de film. Dat zien we ook in de film. Maar volgens mij is het ook zo dat de toestemming van Jeannie afhankelijk was van het feit dat we een film gingen schieten. Hè. Ze heeft niet toestemming gegeven om iets leuks te doen met Sid, zoals dat soms in de media volgens mij Chris Albers heeft gesuggereerd. Nee, het was duidelijk dat het ging om een film. Het is zelfs zo dat het cadeautje wat Sid in de film geeft een stil heeft vanuit de advertentie die Jeannie geplaatst heeft en waar ze duidelijk in zegt dat alleen mensen die serieus in beeld willen en seks enzovoort en die moeten een videootje insturen om door de balotage te komen van Kirak om te kijken of ze mee mogen doen aan die pornofilm. Ja, nou, daar heeft... Dat is een ander onderwerp, maar oké. Nee, ik kom ergens op terug, dat mag wel. Ja. En het is dus duidelijk dat Sid die film volledigheid heeft gekeken, want hij heeft een filmpje ingestuurd dat daarover ging. En hij heeft dus bewust meegedaan aan een project waar hij dus enzovoort... We hadden het nu over... Nee, maar ik ga... Ja, okay, dat is het punt van Duits. Nee, maar ik mag ook eventjes, toch? Ja. Nou, dat weet ik niet. Nee, mag ik niet, dan ben ik klaar. Nee, u mag kiezen. Je wilde, of ik doe mijn woord hier... Je wilde antwoord geven... Nee, ik werd bijna gedwongen om dat antwoord te doen. Dat wil ik ook wel doen, maar ik wil eerst even mijn zin afmaken. Mag dat? Of heeft u geen tijd voor? Zin afmaken en dan hebben we het graag over dat punt. Nee, maar ik wil het even over dit punt hebben. Is dat ook goed? Nee. Anders ben ik niet geïnteresseerd in een ander punt. Dank u wel, meneer. Nee. Dank u wel. Dat, dit heb je gemaakt, het punt. Dat was ook afgerond, dat is duidelijk. En kennelijk wil je niet uitleg geven. Of andere weg hoeft niet. Maar dan ben ik jou klaar voor. Maar dan moet je me uit laten praten. En ik wilde nog iets... Er werd een vraag gesteld over ander weg. In plaats van dat ik daar antwoord op gaf, meteen begon ik weer over Sid Lucassen en uit te leggen hoe die wisselwerking was. Dat als wij zouden accepteren dat het niet uitzenden, dan had hij aan Jeannie gezeten. Zonder dat en Jeannie gaf alleen maar toestemming omdat het een film was. Dan hadden we dus Jeannie eigenlijk in de maling moeten nemen. En, dus het was een soort van paradox over. En dat noem je, ja, het is gewoon eigenlijk een afspraak tussen twee partijen. En juridisch gezien klopt dat volgens mij ook. Maar, ik wilde daar eerst antwoord op geven, zodat ik daarna het anderwegprobleem, anderweg op paard probleem kon tackelen. Van, is dat niet verheerlijking of wat? Dus dat had ik een beetje onhandig aangepakt. En ik vond heel veel hoe Juri dan meteen de microfoon wegriste. Bovendien was het alweer de zoveelste keer dat ik niet op het podium mocht. Niet dat ik dat erg vind, maar dat plus dat ik hem voor de... uitzending sprak en dat hij straal langs me heen liep met een keek me vies aan en hij liep weg en hij wilde niet mijn hand schudden. En is dat dus zo? Ja. En hoe interpreteer je zo'n moment? Duidelijk dat die persoon van mij walgt. Dat Juri van mij walgt. Op de een of andere manier. Ik heb hem nog nooit gesproken, maar dat was heel duidelijk. Dus dan heb je dat en dan een Christie ook nog met dezelfde kop. En dat heeft hij, kan je zeggen, slim gedaan. Want als ik wegloop, dan bewijst het in een soort goed Nederlandse zin dat ik dan een heet hoofd ben. Maar dat is niet waar. Ik ga geen debat aan met mensen die mij niet de kans geven om mezelf uit te drukken. Want dat is bizar, dan heeft het geen zin meer. Dus ik had zoiets, nou ja, als dit het is of zo, dan ga ik daar niet een beetje mooi bij zitten. Hè, met good looks. Dat is zonde. Ik ben beter dan dat. Dus dan denk ik van, nou ja, dan kan ik maar beter gewoon iets anders gaan doen. Daarom ging ik weg, omdat ik dacht van dit... Dit heeft geen zin. En daarna hoorde ik dus wat er was gebeurd. Wil ik er iets over zeggen? Ja, ik weet niet.
Nou, we hadden hier 300, 400 man. Ik denk voor de totaal... Laat ik het anders zeggen. Ja. We hebben niet heel veel voorgesproken om af te spreken wat we gaan doen. Maar een van de Je mag gewoon mij onderzoeken. Een van de dingen die je zei van, dat is wel leuk, dan kan ik daar eens een keer iets over zeggen. Ja. Dus ik probeer nu als een soort van André van Duin aangever jou deze kopbal aan te geven. Ik heb mijn heel erg verkouden. Dan denk ik van, kop deze dan nu in. Want misschien moet ik eerst uitleggen wat het is. Want dit is wel weer zo'n soort van... formaat. Op een gegeven moment stond Jury daar aan te vertellen dat ik iemand op die opening, het eerste Unsafe House event. Dat was een opstootje, dat klopt ook. Dat is een opstootje geweest. En in Jury's fantasie, of van de persoon die daarbij betrokken was, die daar melding van deed, had ik daar een rol in. Ik was een soort van maffiabaas die dan wel had geslagen en gekeken en daar op een bepaalde manier omheen fladderde of zo. Nou, dat is natuurlijk klinkklare nonsens. Ik bedoel, het was zo druk hier dat het natuurlijk een heel kleine moeite was geweest om even een onderzoekje te doen. En meestal met niet alle mensen die hier kwamen waren Kirak-fan. Zo ook de persoon die dat opstootje, bij dat opstootje betrokken was. Die stond hier, en dat mag van mij, te schreeuwen... fuck Kirak en ik ga jullie kapot maken en dat soort dingen. Ik heb hem heel eventjes gesproken. Zei ik, wil je schilderijen kopen? En op de trap was dat. En toen zei ik, nou ja, weet je, volgens mij ben jij gewoon lekker aan het feesten. En heb je flink wat op en zo. Maar ik voel dan niet de noodzaak om zo iemand weg te sturen. Dat vind ik dan flauw. Ik ben zelf ook wel eens ergens helemaal naar de pleuris geweest. En, Dus ik heb een soort. Ik vind ook dat mensen gewoon in deze ruimte ook gewoon lekker tegen mij mogen zijn. Maar op een gegeven moment was er dus dat hij het aan de stok kreeg met iemand. En had hij weer staan gillen. Er zijn ook bepaalde van mijn medewerkers die iets hadden. Ik vond het een hele vervelende jongen. Hij was niet handtastelijk op die manier, maar hij was een beetje te veel in je gezicht en dat soort dingen. Maar ja, goed, whatever. Daar ging het niet over. Uiteindelijk was er iemand die dat niet pikte. En dat kan natuurlijk altijd gebeuren als je 300 man hebt. En of als ik naar een café ga en ik ga staan gillen en doen. Dan kan het gebeuren dat er een opstootje is. Dat gebeurde ook. Ik vind het verschrikkelijk dat het gebeurd is. Ik vind het ook schandelijk. Ik vind niet dat dat mag. Maar het is niet vanuit mijn plek of mijn verantwoordelijkheid. Het is wel mijn verantwoordelijkheid om heel duidelijk te zeggen dat ik dat helemaal niet wil. Dat ik het ook helemaal niet goedkeur. Dat ik het ook niet... Op de een of andere manier, nou ja, ik bedoel, ergens zijn dingen gewoon wel een beetje smeug, toch? En kan je ook wel gewoon, is er ergens een instinct dat zegt als mensen ruzie zoeken en er is een ruzie, dan ga je ook staan kijken op de middelbare school of in een bar. Ja. In dit geval was ik in een andere kamer. Ik was er te laat bij. Er kwamen meteen heel veel mensen tussen staan. Ik heb die jongen buiten nog gesproken. Toen kon ik zien dat hij iets aan zijn oog had. Onder zijn oog had hij een vlekje. Blauw vlekje. En daar stond Diederik Boomsma en Edward Padberg stonden erbij. En toen heb ik tegen hem gezegd, oké, doe wat je wilt doen. Ik wil je niet meer in mijn plek hebben. En volgens mij is het klaar. Maar als je iets moet doen, dan moet je dat gewoon doen. Toen zei hij tegen mij, en dat hebben Diederik en Eduard gehoord. Ook al heb ik ze de volgende dag gesproken. Toen zeiden ze, ja, we waren te dronken of zo. Maar ik zei, ja, whatever, ik geloof dat niet. En ik zei tegen hem... kun je misschien gaan of zo? En toen zei hij, nee, ik wil nu 1-1 met jou vechten en dat soort dingen. En toen zei ik, nou ja, dat gaat natuurlijk helemaal niet gebeuren. En dan gaf hij nog een duwtje, heel zacht duwtje, want hij was dronken uit balans. En toen dacht ik, nou ja, het is klaar, ben ik naar boven gaan. Daarna hoorde ik 10 minuten later weer een opstootje en dat was buiten. Dat is mijn betrokkenheid geweest met hem. En ik zie niet in hoe ik daarvoor soort gelijkgesteld word aan iemand die opdracht geeft tot geweld of iemand die dat goedkeurt. Dus dat vond ik heel erg verschrikkelijk van Jury. Bovendien heb ik nog screenshots van hem dat hij na afloop daarvan op Insta zit. Die heb ik ook naar Jury gestuurd van het is me weer gelukt en hier ga ik heel veel geld aan verdienen. En dat is een soort, nou ja, gewoon als een soort professionele intrigant. En hij heeft me nog wel eens van een ander account, maar dat was op zijn eigen account met zijn foto's. Maar ook dingen gestuurd. En daarin ontkende hij dat hij de balie had gezegd dat ik betrokken was. Maar goed, whatever. Het is een jongen die het leuk vindt om rond te spoken en te pochen en te doen. En weet je wel. Het lijkt mij een buitengewoon instabiele, labiele figuur. Het is een beetje maf. Maar dat betekent niet dat ik vind dat zo iemand schade moet oplopen in mijn plek. Maar als het was gebeurd in de Albert Heijn of het was gebeurd in een ander café tussen
twee mensen, dan is de manager, of die wordt ook niet persoonlijk verantwoordelijk voor gehouden. En er is ook niks mee gedaan, dus er is helemaal geen aangifte gedaan. Ik ben niet gebeld door de politie. Er was dus gewoon helemaal niks. En dat Yuri dan op een podium zit als directeur van de balie, en dat hij dan de suggestie wekt dat ik daar persoonlijk verantwoordelijk voor ben, dat vind ik gewoon ronduit onverantwoordelijk. En als je dat echt denkt en je hebt het gezegd op een podium, ga daarna een gesprek aan met mij. Desnoods privé onder vier ogen. En wat nog erger is, is dat er gebruik is gemaakt van door van die woke clubs, ja, ik weet niet hoe ik ze moet noemen, om dus materiaal van dat blauwe oog en die dingen en weer dat ik dat zou hebben gedaan. En heeft iemand zich voorgedaan als een politieagent bij de expeditie in Gent, van dat ik gezocht werd en dat ik. En dan krijg je gewoon een hele lelijke clusterfuck, laat me eens even zo noemen, te zien van groepen die betrokken zouden moeten zijn met beschermen van vrouwen, wat heel interessant is, dat ze dan opeens een soort van zondebok heksenjacht toestand en dan ook weer met een jury die dan niet daar zich verantwoordelijk voor voelt, terwijl hij wel degelijk heeft gesuggereerd dat ik dingen heb gedaan die ik niet heb gedaan. Dus dan ben je volgens mij wel verantwoordelijk. Even piepje nog. Ja, dus dat vond ik een beetje gek situatie. En dat het dan ook nog, dat het uiteindelijk echte geweldsdreiging uit voortkomt in Gent. En dat er een Nederlandse journalist op de bus zit. Er is gedreigd dat wij in elkaar geslagen zouden worden. Dat mijn schilderij vernietigd zou worden. Dat de expositie met geweld gestopt zou worden in België door Meldet. En de KASK, de kunstacademie waarin de galerie, de kiosk zit, hebben besloten om dus de hele expositie niet door te laten gaan. Nou ja, volgens mij is daar dus gewoon een situatie waarin werkelijk met geweld wordt gedreigd. Waarin werkelijk dat soort onderwerpen door groepen worden ingezet om ons te cancelen. En volgens mij is het dan zaak voor de journalistiek om daar aandacht aan te besteden en om te kijken hoe dat terug te brengen is naar wat Yuri op een podium heeft gedaan en dat soort dingen. En hoe dat dan werkt. Want het kan toch niet zijn dat Lalle Gül dreigbrieven krijgt en daar 5000... En dat is, vind ik helemaal geen slechte zaak hoor, want ik vind het natuurlijk belangrijk dat zij haar mening kan geven over haar islamitische achtergrond. Maar dat het dan zoveel aandacht naartoe gaat. En dat het bij dit soort situaties, die heel vergelijkbaar zijn volgens mij, wij zijn ook kunstenaars enzovoort. En gewoon helemaal geen interesse is. En dan wordt het moeilijk. En ik beweer niet dat er een complot is. Hè? Laat het heel duidelijk zijn. Absoluut niet. Maar je werkt wel een sfeer in de hand waarin mensen hun eigen media heel erg gaan wantrouwen. Mensen die wel weten wat er gebeurd is, die wel snappen hoe dat zit, dan krijg je het gevoel dat er een soort gekke bias is. Sommige dingen zijn wel nieuwswaardig en sommige dingen zijn niet nieuwswaardig. En dan kan je op een gegeven moment kun je daar een bepaalde patronen in gaan herkennen. En dat, volgens mij is dat volkomen onnodig. En is het ook gewoon zaak dat we dat voorkomen en dat we zeggen nee, je kunt geen kunstexpositie cancelen met geweld. Dat is barbaars, dat is idioot, dat is plat en dat is dom. En wat voor goede bedoelingen je voor de rest ook hebt en hoe de mooi dat ook klinkt in je vriendenclub om dat soort idealen en ideeën te hebben. En het zijn vaak ook prachtige idealen en ideeën. Dat is gewoon zonde. En daarom wil ik ook niet doen alsof nu de woke mijn grote vijand is, of dat het nu een soort culture war aan de gang is waarbij ik dan bij de tegenpartij vecht tegen de wokies of zo. Dat is totale klinklaar nonsens. Het punt is gewoon dat ik denk dat een taak verzuimd is door de journalistiek om nog eens te kijken naar een best wel heftige canceling met geweldsdreiging. En dat het dus ook helemaal niet noodzakelijk hoeft te leiden tot een polariserende toestand waarin je dus of voor of tegen bent. Je kunt hartstikke goed voor de door MeToo voorgestelde luister nog eens naar slachtoffers. Bepaalde dingen waarvan we vroeger zeiden dat is geen verkrachting of aanranding, kun je ook zien als seksueel geweld. En er zitten bepaalde marges en nuances waar je het over kunt hebben. Dat kan je hartstikke goed vinden, want dat vind ik ook.
zonder dat je, en net als met dat Hillary-voorbeeld, dat je in de kramp schiet en dat je denkt, dit moet ik verdedigen, want dit is mijn partij, of ik moet er in ieder geval niks over zeggen, want het is Kirak en we moeten wegkijken en dat is niet goed, en zij zijn slecht en wij zijn goed en dit en dat en al die onzin. Dan denk je gewoon van, ja, maar dat is het probleem. Het is het syndroom van Mary McCarthy. Het is een vorm van ideological possession. Waardoor mensen niet flexibel genoeg zijn om nog eens een keer... Ik begrijp meteen wat je bedoelt. Ja. Maar toch ben ik benieuwd naar je uitleg. Waarom is dat hetzelfde? Waarom zijn al die... Het is niet precies zo. Het is een model wat op elkaar lijkt. Kun je dat toelichten? Ja, natuurlijk. Ik heb het gevoel dat je kunt af en toe erachter komen dat je doorslaat. Dus dat je, en dat heb ik ook, dat heeft iedereen. Hè, op een gegeven moment als ik dan ruzie heb, dan denk ik ook van ja, die fucking wokie nazi's, weet je wel. Ja, want het zit, en dan kunnen we straks over fascisme hebben. Maar en dan denk je, nou ja, dat is natuurlijk gewoon kleedkamer praten, of hoe je het wil noemen. Laten we nog eens even kijken hoe dat zit of zo. En dan kijk je nog eens naar waar ze voor staan. En dan denk je, nou, dat vind ik eigenlijk wel aardig. En dat vind ik wel aardig. En, ja. Dus en dan is er weer toenadering. Ja, nou ja, die is er dus niet. Want op de een of andere manier is er geen discours waarin een dergelijke toenadering kan plaatsvinden. Dus het is gewoon een soort partijpolitiek die er gevoerd wordt. En dat is ook, daarom zie ik er ook een soort van gekke... twee partijen gevoel in. Alsof we in Amerika zijn en je bent of voor de Republikeinse of voor de Democratische. En volgens mij hebben we dat niet in Nederland en moeten we dat ook niet hebben. En is het gewoon zaak en het is het probleem dat mensen, als ze een voorbarige mening hebben, als een keer, dan is dat helemaal geen schande. Want het is verwarrend. Het is, sommige dingen zijn heftig. En mensen maken fouten. Dus ik begrijp niet waarom er niet gezegd kan worden, oké, We hadden hierover moeten schrijven, dit was verkeerd. Of Yuri die zegt, jongens, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Of Meldert die zegt, hey, volgens mij zijn het helemaal niet leden van een soort enge pro-verkrachtingsclub. Of het zijn gewoon kunstenaars. En Mara had kunnen, zoals Mara ook had kunnen, weet je wel, dat verhaal. Maar Mara komt nooit terug op wat ze aan het doen is. Want het gaat hartstikke goed met Mara. Ze heeft een van de best lopende galeries van de wereld. Ze hoeft zich helemaal niet te verantwoorden. En ik ben bang dat bepaalde houdingen en meningen er zorgen voor betere kansen op de arbeidsmarkt. En dan wordt het een goed mens zijn of bij de goede partij of right side of history of al dat soort dingen zijn een pre. Dus dan hoeft iemand ook niet meer bij zichzelf te raden te gaan, want dingen geven een bepaald voordeel af. En dat is heel, dat wil je niet. Dat, je wil niet dat holle, gratuite houdingen of opinies voordelen bieden. Je wilt dat dat gaat op basis van kwaliteit, diepgang en dat soort dingen. En dan wordt het, anders wordt het een soort van, ja, een soort van cheerleaden en daarvoor beloond worden. En dat is verschrikkelijk. Ik bedoel, we hebben wel vrije pers, maar als de pers zich gaat gedragen als een stelletje cheerleaders, dan is dat, heb je niks aan vrije pers, volgens mij. Ja, ik ben het mee eens. Ik zit erover na te denken van... Nog een voorbeeld. Bij de Sid-film was het zo, want ik wilde Charlie er even in. Had je serieus 50% van de stukken, daar stond... Ik heb de film niet gezien, maar ik heb die en die gelezen. En die vond het een verschrikkelijke film. En dat bleef maar doorgaan. We hebben 25 stukken. Het was een van de mooiste inkijkjes in hoe de Nederlandse pers werkt. Want het is natuurlijk... Het is geen Oekraïne-Rusland. Het is gewoon... Sid die zijn broeken laat zakken. Wij die de kamer... We hebben het nog dichtgedraaid, dus die piemel was helemaal niet te zien. En het geeft een interessant inzicht in de psychologie van Sid. Hoe snel hij van zijn stuk is. Hoezeer hij verwacht dat Genie ook meteen van hem is. Hoe hij dat denkt. In een soort van relatie tot ons te bewerkstelligen. Haar als vrouw eigenlijk niet serieus neemt. Dat met zijn hele incel filosofie erachteraan. Krijg je een prachtig psychologisch beeld van waarom die man dat soort dingen schrijft. En in plaats daarvan krijg je dus dat de linkse, de feministische pers Sid gaat verdedigen. Want Sid huilt bijna. En Sid is het lieve jongetje. Dat, en de boze moslim. Want de Volksstand was geloof ik het meest tegen mij, gek genoeg. Dus de smerige bruut. En de goede, lieve Sid. En dan staat gewoon ultra links of links. Staat gewoon een beetje een linkse krant. Staat een rechtse denker die gewoon... eigenlijk ongeïnteresseerd is in wat Genie vindt, daar geen
voelt, daar geen uiting aan weet te geven, daar geen draai aan weet te geven. Want hij had ook een fantastisch betoog kunnen afsteken over zijn incel-filosofie. En daarom, omdat de vrouw zo hard, whatever je had willen doen. Maar hij maakt ons daar ook weer schuldig aan of zo. En dan, ja, dan krijg je een soort hele interessante inkijk in hoe die Nederlandse pers nou functioneert. Hè. Dus er zitten ongeveer 20-50% van de mensen die schrijft gewoon andere journalisten over. Krijg ook maar €300 per stukje. Hè. Dus het is wel handig om ook als een buitenland correspondent af en toe dingen van de Reuters over te schrijven. Of, want je hebt gewoon geen geld. Dus wat ik zo maf vond bij die sitfilm waar je nu naar verwijst, dat is uw ene laatste film, Honeypot. Dat begint heel duidelijk met een oproep op geen stijl van Ginny Jane. Ja. En zij zegt daar, het is een heel helder betoog, van ja, ik heb een OnlyFans kanaal en ik zoek mannen die op beeld seks met mij willen. Ja. Dat is blijkbaar een zeldzaamheid. Mannen willen wel gratis seks. En die willen ook wel dat dat gefilmd wordt, maar die willen dan blijkbaar niet met hun gezicht in beeld. En die oproep is dan daarvoor bedoeld om die mensen te werven. En Sid is een van de mensen die reageert op die oproep. Dus daar zit al de consent eigenlijk in. En dat wordt... Oh, nou dat hele consent. We hebben gewoon een kamer die ja zegt. En daarna zegt hij even nee. Daarna stemt hij in met het kopen van een diamanten ring. En het geven van billenkoek. En toen waren we... Je hebt het over de reactie van de pers. Maar dit element wordt door alle stukken in de pers gemist. Omdat ze helemaal niet bij de bron beginnen met hun research. En dat zie je bij de Volkskrant en bij al die andere stukken. NRC durf je niet te zeggen, want die gaan misschien een stuk over je schrijven. Nee, ik weet niet meer. Ze zijn fantastisch. NPO en ook Post Online en ook... Kijk eens, even voor de duidelijkheid, nogmaals, want het leven in een hele gevoelige tijd. Ja, ik heb nu even kritiek op de Nederlandse pers en de journalisten die aan deel hebben genomen. Maar dat is toch niet definitief? Daarmee heb ik toch niet partij gekozen tegen de journalistiek of de instituten? Nee, dat is niet zo. Er is een heel raar klimaat ontstaan als je dan een meningsverschil hebt over iets dat je dan ook... En daarom heb ik als grap heb ik gezegd van we zijn nu in oorlog met de instituten. We gaan ze bevrijden van de politieke ideologieën die hun beheersen. En het is natuurlijk eigenlijk te komisch voor woorden, of te belachelijk voor woorden, dat je dat zo... Maar omdat mensen dus al jaren op ons reageren alsof wij een soort van gevaarlijke, misschien wel alt-right vijand zijn met een politieke agenda, krijg je een beeld van die omgeving dat zij zelf ook denken dat er een soort van culture war aan de gang is. Terwijl er echt niet zoveel aan de hand is. Je kunt gewoon zeggen, nou, daar hebben we het een keer verklooid. Dat was niet zo slim, inderdaad. Misschien heeft hij een punt. Niks aan de hand en we gaan lekker verder. We gaan weer over kunst praten. Ja. Dus dat snap ik dan niet, dat alles zo gevoelig wordt. En nogmaals, dat is die Mary McCarthy-kramp. Het is kramp. Het is kramp in de kramp schieten. Maar het is toch zo dat dat nu zo werkt? Dat dus... Ja, maar dat is heel ernstig. Ja, maar hoe... Ja. Hoe komt het nou dat je dus, zeg maar, als je in de balie bent, dat jou iets in de schoenen wordt geschoven wat net zo goed voor de balie had kunnen plaatsvinden en waarvan je net zo goed ook meteen begrijpt dat dat niet in de schoenen van Juri Albrecht zou kunnen schuiven? Terwijl, Meldet.org daadwerkelijk met geweld dreigt, dat niet als geweld wordt erkend en het andere wordt omgekeerd. Over mij is eerlijk gezegd ook niet geschreven, maar ik bedoel, het kwaad was gedaan. Dus ja, kan je een journalist verplichten om daarover te schrijven? Nou ja, dat hoeft niet, maar we hebben nu een gesprek erover. En ik denk dat het een hele relevante situatie is. Dus ik denk wel degelijk, als je dan toch een land hebt vol opinie, dat het ook wel een vraag is van oké, misschien ben ik ook wel heel erg voor bepaalde woke dingen. Dus, laat het duidelijk zijn. Maar willen we dat dat op die manier gaat fungeren, dat mensen dit soort dingen door de vingers zien? En ik bedoel, ik weet ook uit betrouwbare bron, ik ga niet specificeren, dat er heel veel mensen op belangrijke posities in de kunst zoiets hebben van Kirak is eigenlijk hartstikke goed, maar ik ga dat niet zeggen, want ik heb geen zin in gezeik. Heb ik straks mensen, want er was ook geprotesteerd door de Wonda bij de Bali. Dan krijg ik gezeik mee. Dat is lastig, hè, weet je wel. En waar rook is, er zal ook wel vuur zijn. En laat me nou lekker buiten, want ik ben gewoon hartstikke leuk. En we hebben heel veel mensen ook
hebben we gesprekken opgenomen waarin je dat... dus dat zal ook wel in de nabije toekomst allemaal uitkomen... over hoeveel mensen eigenlijk onder een bepaald soort angstregime leven... van represailles. Ja, maar dat voor hun baan, voor hun leven, ja. Voor hun... En dat is toch wel heel erg een schrikbewind. En ik wil niet overdrijven, want ik denk dat het hartstikke makkelijk op te lossen is... door gewoon weer met elkaar te gaan praten en een beetje naar elkaar te luisteren... en bla, 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 bla. Hè? Ik bedoel, het klinkt als een soort opvoeder, een hoeder, een goede hoeder. De goede pooier. En vertel eens iets over die pooier. Want ja, ik weet wel waar je bent, hè? Ja, nee, maar ik bedoel, dat is eigenlijk super interessant. Je bent ook in het Midden-Oosten, je hebt heel lang in het Midden-Oosten gewoond. Ja. En je bent heel lang ook daar pooier geweest. Ja, dat is een hele wereld. Ik wil dat ik wil er meer van weten. Als je zegt pooier, dan heeft dat een bepaalde negatieve connotatie. Dat is eigenlijk ja, hoe noem je dat dan? Wat is een goed woord? Bemiddelaar, culturele bemiddelaar. Ja, nou ja, goed, kijk, als je het hebt over mensen die vrouwen eigenlijk... Die vrouwen erin luizen om hun zuur verdiende geld allemaal kwijt te raken... zonder dat ze iets voor terugkrijgen. En dat doen door dwang, manipulatie, gaslighting... en een soort criminele organisatie waarbij gewoon geweldsdreiging... volgens mij toch wel altijd een beetje in de lucht hangt. Dan kan ik me voorstellen dat je denkt, getsiderrie, dat willen we hier helemaal niet. Maar daar was het toch meer dat ik dan gewoon videoclipregisseur was. Of ik maakte reclames. Op een gegeven moment had ik een relatie met Miss Egypt. En toen kwam ik achter dat ik veel meer opdrachten kreeg van de Hyundai. En dat allemaal storyboards werden opgestuurd waar zij dan in zat. Weet je, als we van breng haar, ik nam haar mee naar een meeting. En voordat je het weet... was er iets met de CEO van, en waardoor ik al die opdrachten kreeg. En dat was, zo ben ik ingerold. Toen begreep ik gewoon, oh ja, dus als je gewoon veel mooie vrouwen over de vloer hebt, dan gaan dingen gewoon soepeler. En ik heb voor de rest nog nooit opdracht gegeven tot jij moet seks hebben met die of dat soort dingen. Maar wat doe je wel? Nou ja, het faciliteren. Van, hé, hier komen ook heel veel mooie meiden. Er zijn heel veel meisjes. 7% volgt de universiteit van de meisjes die is geïnteresseerd of die doet sugar daddy werk. En er zijn heel veel vragen over. Het zijn allemaal goed hoogopgeleide vrouwen. En die hebben zoiets van, hoe zit dat nou? Die gaan niet met een straatpooier. Zijn best wel linker jongens. Dat gesprek voeren. Dus die zoeken ook naar een omgeving van waar kan ik daarover fantaseren of wat dan ook. En dat is ook een beetje spannend en dat is een beetje jeugdcultuur. Het is een soortje afzetten en het is ook een toegang tot ander uitgavenpatroon. Dus het is iets wat leeft. Hè? Bedoel, de hele Instagram staat nu vol met... Toen over mij plastic harem gemaakt werd, die film in het Midden-Oosten. Die was daar in Libanon, Egypte geschoten. Toen lachte iedereen me uit, want toen was het zo van... ja, kijk hem nou met die plastic chirurgie en die vrouwen. Dan ging ik uitleggen hoe ze met hun gezichten mannen verleiden... en hoe ze daarna als een man... ze hadden uitgevonden wat een man wilde voor vrouw... door heel vaak iets te proberen op hem, dominant of je beste vriendin of wat dan... dan dat ze met verhaallijnen zo'n man strikten eigenlijk. Dat soort technieken. Toen hadden mensen zoiets, ja, we zijn aapjes aan het kijken. Dit is ver van onze bedshow. Wij leven in feministisch Nederland. Hier gebeurt dat niet. Vrouwen hebben dat helemaal niet nodig. Die staan daarboven. Die hebben gewoon vrije seks. En dat soort dingen. Maar het is natuurlijk... ik sprak laatst een crimineel. En die begon mij uit te leggen hoe ze dat nou deden. En ik lag echt in een deuk. Want die zei gewoon, je zegt tegen haar, hoeveel seks heb je... En dat is precies de truc die ik hier ook gebruikte. Hoeveel seks heb je nou, of truc, gehad die je niet leuk vond? En had je daar niet liever betaald voor gekregen? Achteraf. Nou, dan komt zo'n meisje al gauw op 100 keer. 100 mannen, of 50 mannen. En dan denk je inderdaad, ja, what the fuck, als ik dat gewoon had gedaan... en ik had er goed voor betaald gekregen... en dan had ik nu zoveel geld gehad. En dan had ik dat en dat en dat kunnen doen. Dus dat is een hele, hele simpele stap vanuit vrije seks. Een hele reële stap. En het is ook nu met die social media... dat is een ander kenmerk van de Arabische wereld... namelijk dat het impliciet is. Die meisjes willen niet achter het raam. Weet je wel, de meisjes die hier komen... er zijn van misschien een heel klein percentage... die echt een sugar daddy wil... en andere meisjes willen erover fantaseren, dromen enzovoort. Of daar kunst over maken... of ze hebben een academische interesse. En ik laat in het midden wie is. Ik ga nooit vertellen van zij doet dit of zij doet dat. Of zo. Daar hou ik niet van. Het gaat ook om een harem is het hier... Dus het heeft ook een soort sluier van liefde. Je bedekt met de mantel der liefde bedekken. Weet je wel. Dus
Ik denk gewoon dat dat allemaal hele reële dingen zijn die nu spelen, die heel erg interessant zijn. Die gaan over onze ideeën van over vrijheid en onze idealen van hedonisme, zelfbeschikking voor vrouwen, geld, hoe dat geld daar zich toe verhoudt. Dus in die zin ben ik natuurlijk ook niet echt een pooier, want ik heb niet als eerste, en dat heb ik nooit gehad, drijfveer om daar zoveel mogelijk aan te verdienen. De keer dat ik daar best wel behoorlijk goed aan verdiend heb, is ook om te kijken, ben ik in staat, heb ik genoeg kennis om ook inderdaad dit omzetten tot iets heel winstgevends. Dus ik heb me daar wel in begeven, maar nooit op het punt dat ik het geld, en dat mag ook niet in het Midden-Oosten, ben je dan strafbaar. Als je het geld aanneemt voor de seks, dan als tussenpersoon, dan ben je strafbaar. En dan, dus dat heb ik nooit gedaan. Het was meer dat die meisjes door mij meer gingen verdienen, meer bekendheid kregen en daarna eigenlijk mij terugbetaalden uit vrije wil. Dus het was gewoon zo van, dat zijn dan zoiets van, nou, dan doen we een project met jou, want jij hebt ons geholpen, jij bent onze beste vriend, we houden van. Zoals er hier ook heel veel meisjes zijn die kitten zijn op mijn openingen of voor me gaan dansen, animeren en zorgen voor een bepaalde spannende sfeer hier. Omdat het een geven en nemen is. Uitwisseling van informatie. En heel normaal eigenlijk. Maar ik vind het leuk om dan pooier te zeggen. Omdat mensen dan geprovoceerd zijn weer. Geprovoceerd, maar wel altijd met de mogelijkheid om daarna daarop in te gaan. En, ik wil eigenlijk, het gaat me niet om het provoceren. Het gaat me echt om te laten zien dat mensen in de kramp schieten. En dat ze dan kansen missen om dingen op een genuanceerde manier te bekijken. Helaas hebben wij een media die reageert op dingen die niet genuanceerd zijn. En dat heerlijk vindt of zo. En als je meteen heel genuanceerd bent, dan krijg je een interview met de grote Michiel Lielma. Ik heb twee vragen. Hè? En dan mag jij maar kiezen welke je als eerste wil beantwoorden. Ik ben als eerste geïnteresseerd in wat dan de verschillen zijn tussen die Nederlandse cultuur en die Midden-Oosten cultuur als het gaat om prostitutie en... Ik ken de mannen niet zo goed, hè. Alleen van horen zeggen. Ik heb wel vrienden die je kent beide culturen goed van binnenuit. Kennen ze. Je kent beide culturen te goed. Ik ben niet heel erg thuis in. Ik heb van een verre afstand een beetje inzicht in de criminele sfeer in Nederland. Door toevallige lange vriendschappen en dat soort dingen. Maar ik ben geen misdaadjournalist. Dus ik denk niet dat ik dat zo goed weet als, hoe heet die man die er pas overleden is? Peter R. de Vries. Dus ik denk dat hij veel meer thuis was in het criminele milieu en dat soort dingen dan ik. Ja, maar niet het criminele aspect, maar veel meer dus als je hier zegt van ik prostitueer mezelf, dan is dat, dat wordt meteen een bepaalde... Veel meisjes doen dat nu, hè, die van de universiteit. En, dat is iets... Ja, maar dat is toch, daar wordt toch anders op gereageerd hier dan waar jij... Dat... Nou, nee, in het Midden-Oosten, dan als je zoent met iemand in de achterbuurt, dan hoef je niet meer bij papi en mami te wonen vaak. Dus heel veel van die meisjes, die gingen ook op een 14, als je eerst een jongen gezoend hebt, dan heb je soms ouders die door de sociale druk... zoiets hebben van, ga het maar lekker ergens anders doen. En dan sta je op straat. Dus daarom vandaar ook misschien dat ik wel ook heel alert ben op sociale druk en dat soort dingen. Omdat ik het heel gevaarlijk vind. Omdat je dus kunt zien ook, ik heb lang een derde wereldland geloofd, wat voor schade dat kan doen. Mensen buitensluiten, mensen, weet je wel, veroordelen, een stempel geven. Dus ja... In Nederland is dat niet zo heel verschillend meer. Want eigenlijk is het ook gewoon zo dat heel veel van die Nederlandse influencers lekker naar Dubai gaan. En dat kun je allemaal volgen. Er zijn ook wel interviews geweest op Nederlandse televisie van meiden die dat doen. Dus volgens mij zijn die het vak ook aan het leren daar. Kun je iets vertellen over hoe je die ervaring in het Midden-Oosten gebruikt hebt? Jouw performance van... in Honeypot en het... Sorry, wat? Gaat een lamp uit. Ja. Kun je iets vertellen over jou, hoe je die ervaring hebt gebruikt in Honeypot, jouw performance naar Jeannie en Sid toe en hoe jij eigenlijk Sid Dat is heel moeilijk uit te leggen. Nou ja, bespeeld. Kijk, ik denk dat hij getriggerd was in zijn mannelijke ego. In één trailertje zie je een shot van hem die dan zijn been in zijn nek doet. En hij was te vertellen over hoe goed hij kon kickboksen. En hij zat een beetje in zijn mannelijke agressie, dadendrang. En dat is natuurlijk waar ik hem wilde hebben. Omdat hij dan meer geneigd is om bepaalde risico's te nemen. Het feit dat hij ook op die manier beslissingen neemt. Namelijk dat hij in een soort agressief mannelijke frustratie te
paai is om dingen te doen. Dat zegt ook iets over zijn drijfveren en beweegreden in het algemeen. Als jij handelt vanuit dadendrang zonder na te denken of je daar wel echt achter staat. Dat correspondeerde met dat hij aan mij vroeg van, of eigenlijk zei, ik moet over moslims schrijven. Dat begrijp je wel, want dat is gewoon goed voor mijn carrière en daar verdien ik mijn geld mee, want anders verkoop ik geen boeken. Zei hij dat? Ja, dat heeft hij letterlijk tegen mij gezegd. Ik verbaas me dan over dat hij niet denkt van, hey, die Tarik is gewoon een moslim. En wat vindt hij daarvan? Als ik met een Joodse meneer zou zitten en ik ga zeggen, luister, ik verdien gewoon mijn geld. Ja, Ischa Meijer zei van, ik ben gek op antisemieten, want daar verdien ik mijn brood mee. Dus dat dacht ik toen. Ik dacht gewoon, sit, yum. Die gewoon als een soort van... zei Kate. Maar dat kwam ook echt omdat hij zichzelf ook aanbood op die manier. En dit was een van de eerste dingen die hij zei. Dat was helemaal niet de eerste inzet. Want ik dacht gewoon, die sit die komt best wel stoer binnen. We gaan echt dat links en rechts en dat valt allemaal wel mee. En uiteindelijk wordt het gewoon hartstikke gezellig. En eigenlijk wat hier op de opening gebeurde laatst. Toen Jannas Ramatarsu, spreek ik het goed uit? Ik weet niet wie de rest weet. Sorry. Ja, nou, die was hier gewoon. En hartstikke aardig en leuk. En, weet je wel, dat is een soort ex-FVD'er. En er stonden krakers uit Rotterdam. En een man, een fantastische gast uit Groningen en Limburg. En allemaal een paar hoogleraren. Dus dat, ik dacht gewoon, het wordt dat. Het wordt om die kunst heen blijkt gewoon dat we allemaal... gewoon een behoefte hebben aan fabeltjes en kunst en lekker meanderen en denken en doen en over schilderijen praten. En dat, ik had verwacht dat het zou worden, maar dat werd het dus niet. En dan gebeurt er iets anders. Maar dat voelde ik ook net als bij Chris. Voel je dat dan langzaam ontstaan? Oh, weet je wel? Dus denkt hij er zo over? Of ziet hij dat niet? Of zo? Dus dan dacht ik, nou ja, als je zo'n bord voor je kop hebt eigenlijk... en ook ongevoelig bent naar wat ik misschien wel, dus onempathisch. Dus er wordt altijd gezegd, ja, Sid is een hele zielige autist en zo... maar ik vond ook wel dat hij nogal narcistische trekjes vertoonde. Ja. En al die voorbeelden die we vandaag hebben besproken... waar ik jou eigenlijk ondervraag over jouw performance... zit er eigenlijk eerst een provocatie van die ander... waar jij vervolgens daarop reageert en spiegelt... En in je performance, die performance moet dan soort van boekdelen spreken. En anders ga jij het dus eigenlijk niet uitleggen. Dus voor de intelligente mens of de goede verstaander. Een knipoog. Nee, dat ben ik dus. Dat is niet kritiek. Dat is juist wat ik interessant vind. Dat je eigenlijk gewoon rekent op een bepaald soort intelligentie van jouw luisteraar of kijker. En anders zoeken ze het maar uit. En dat vind ik boeiend. Dat je zeg maar. Ja, als mensen het hele idee missen, dat zit mij eigenlijk als eerst beledigd. Ja, maar dat staat niet in de film. Dat staat niet in de film, maar je voelt een bepaalde... Nou ja, hij doet het dan ook nog bij Genie met de bonbons. Dus als jij aankomt zetten met bonbons van 2,5 euro van de HEMA... en je gaat ook nog de bonbons zelf op zitten eten... terwijl je lekker tegen haar aanschurkt... dan kan ik me voorstellen dat iedereen die een beetje inzicht heeft in vrouwen denkt van... ik kan me identificeren met Genie's ongenoegen hier. Yeah. Ja. Dus dat deed hij niet alleen bij mij. Dat doet hij aan de lopende band. Omdat hij gewoon niet zoveel interesse heeft in de gevoelens van anderen. Dus heel erg veel gevoel voor zichzelf heeft. En voor zijn eigen grieven. Yeah. En het onrecht dat hem is aangedaan of zo. Op de een of andere manier door. Terwijl hij er best wel goed uitziet. En hij is een sterk vent hoor. Het is geen mietje of zo. Behalve dan in hoe hij zich gedraagt. Dat verongelijkt op die manier, vind ik dan. Ook daarin spiegelen jullie dus hem. Zij komt zo binnen. En jullie denken, nou prima. En dan gaan wij toch precies doen wat jij ook doet. En dan vindt ons maar de bad guy. Maar intussen wordt wel... Ja, in dat rippling effect wat ontstaat... laat iedereen zichzelf van zijn lelijkste kant zien. En dat is weer die waarheidsvinding die dan plaatsvindt. Want je... Zie toch even hoe al die dingen werken. Ja, ik schrik ervan dat er dan een inzicht is over zijn beweegredenen en frustraties die niet wordt opgepakt. Ja. Behalve filosofie, tijdschrift. Dat linkse mensen hem dan gaan verdedigen, terwijl dat op die manier begint. Ja, dan kan je dus gewoon zien dat het alleen maar een soort van impuls is. Dus wie is er zielig? Wie is zwak?
Yeah. Wie is het slachtoffer? Soort, dan steunen we die. Een soort race to the bottom. Ja, het is gewoon diep christelijk. Het is diep... het is gewoon... Waarom is het diep christelijk? Nou ja, omdat het christendom altijd uitgaat van de zwakkere. Het ezeltje, het arme... ik heb de moeder van Rut is dominee. Dus die heeft me dat haar fijn uitgelegd hoe die... hoe dat werkt. Dat je dan... Sommigen altijd ziet het als de geweldenaar. Het gevaar. De bruut. En de ander ziet als het gevoelige en het... En dat zijn soort standaarden. Ook bijvoorbeeld, ik liep weg bij... dus dan ben ik een heet hoofd. En dan heeft Jury al gewonnen. En dat soort gekken. En ik denk als wij... dat is ook mijn kritiek altijd geweest op... En zeg altijd, ja, waarom noem jij jezelf in godsnaam moslim? Ik ben los van mijn persoonlijke overtuigingen... Die ik niet per se met iedereen hoef te delen, maar... Ik ben ook gewoon een islamitische kunstenaar, want ik heb islamitische dromen als ik slaap. En ik heb neigingen tot in relatie tot mijn opvoeding. Ik ben ook een kind uit Amsterdam-Noord die naar de feestwinkel ging om stinkbommen. Zoals je hebt gezien wat ik bij met die surfstrumming voor de balie heb gedaan. Een soort van practical joke-achtige dingen. Dus ik ben ook een beetje een ordinair volksjoch. Maar op het moment dat je dus tendensen ziet in je eigen media... die dus dingen gaan verslaan op uit een reactie op bepaalde niet zichtbare veronderstellingen van goed en kwaad... dan is dat heel erg interessant. En dan is dat iets om nog eens te analyseren. Want dat betekent dus dat er eigenlijk een soort constant alles in een soort reflex beslist wordt. En dat opinie op een gegeven moment ook niet meer is dan een dergelijke reflex. Ik ben niet zo heel erg maatschappelijk geïnteresseerd. Ik ben wel heel erg geïnteresseerd hoe de psyche werkt in relatie tot kunst. Want ik gebruik al die informatie natuurlijk weer voor mijn schilderijen en voor mijn nieuwe performances en projecten. Ja, laten we hier dan een bruggetje van maken. Want ik heb nu al mijn vragen gebaseerd op jouw performances in Kirak. Maar volgens mij ben jij het meest van je tijd bezig met het schilderen met schilderwerk. Ja. Misschien kunnen we eens over schilderen en over het schildervak praten. Ja, dat is niet echt een vak. Of ja, god, ik weet niet hoe... Nou ja, ik vind... Ik mag best kritisch zijn op mijn vraag, maar je weet wel wat ik bedoel, toch? Laten we gewoon over jouw schilderwerk praten. Nou ja, ik weet niet of je mijn... Als je hier dit aan zou kunnen zetten, dan kunnen we misschien kijken naar een werk... waar ik met een goede vriendin... Nou, heb gekeken. Het is eigenlijk een heel slecht plaatje. Want je kunt niet meer zien welke streken boven en welke beneden zitten. In de gelaagdheid van de opbouw van een schilderij. Dat is, daarom is het zo jammer om die dingen alleen maar op het internet te zien. Maar het is een interessant beeld om nu te bespreken. Omdat Renoir ook wel bepaalde reacties heeft opgeroepen. En dat er een hele interessante discussie is... over de male gaze. Dus ik ben geen expert op het gebied van de male gaze. Dat laat ik over aan academici. Maar ik heb wel... En met de male gaze bedoel je dat dit een mannenblik op vrouwen zou zijn? Ja, dat het kritiek kan zijn? Ja, ik ga nu dit proberen te verbinden aan gesprekken die we net hadden over... Ja, dus dit is een interessant beeld om te bespreken... in een tijd waarin het idee van dat mannen hun... ideeën opleggen over vrouwen aan vrouwen door bepaalde kitsch werken. Dus een soort vrouw wordt altijd neergezet als behoeftig en klaar om de man te bedienen of whatever daar aan clichés. En dat is heel interessant omdat het inderdaad zo is dat bepaalde, zoals we net ook bespraken over bepaalde reflexen om dingen op te delen in goed en slecht, waardoor zelfs links een alt-right filosoof gaat verdedigen. Wat natuurlijk een prachtige omdraaiing is. En dus een perversie van hoe dingen werken. Ja, daar zit dezelfde domheid in, vind ik, als die Mara McCarthy. Hè? Die eigenlijk wel snapt dat je tegen Vietnam kan zijn, omdat het al voorbij is. Maar niet snapt dat je tot Hillary Clinton moet verhouden. Of tot Trump in een soort gekke situatie waarbij de Irak-inval ineens een soort van... gekke mindfuck is van ja, daar ben ik tegen, maar ik ben ook tegen Trump en hoe moet ik dan voor, weet je wel, er zit een soort kortsluiting in, terwijl het eigenlijk heel simpel is. Ja. En alleen omdat je zo vastzet in dat je een soort van pakketje, links pakketje moet, bouwpakketje krijgt waar je aan moet houden,
raakt zo iemand in de war of in de knoop met zichzelf. En die domheid zit ook een beetje hierin. Toch? Ja, maar het gebeurt niet louter door domme mensen. Dat is natuurlijk het. Ja, domheid tussen aanzien. Dat is een soort van ideologische blindheid. Ja, ideological possession, blindheid. Ja. En dan bedoel ik niet dat die mensen dan een soort van conspiracy van Marxisten, cultuurmarxisten zijn of zo. Ik bedoel gewoon te zeggen, het is gewoon een gekke verstarring van het denken, een kramp. Maar, dus dan kijken we naar dit prachtige schilderij van Renoir. Als je dit zou in het echt zou zien, dan zou die streek bij die oksel, die haartjes, die zouden enorm opvallen. Nou, ik me goed kan herinneren, als je nog heel hier naar kijkt. Kun je wel inzoomen? Ja, maar ja. Misschien wordt het dan nog lelijker. Ja, ja. Dan is het een soort, dan zie je als het ware ook nog van die lijntjes, alsof het echte haartjes zijn. Dus het is net iets te donker voor een schaduw. Er zitten lijntjes aan. En dat is eigenlijk een beetje, als ik me goed kan herinneren, een beetje kapotte penseel. Waarmee dat gedaan is. Waardoor je dus van die uitsteeksels krijgt die langer zijn. En dat het niet meer een egale streek is. Maar inderdaad een borsteltje achtergehouden om dan dat zo te zetten. Je hebt hem waarschijnlijk een paar keer overnieuw moeten doen. Omdat je hem niet in één keer hebt. En daarmee is er natuurlijk ook een soort van. Dat harige is dan niet heel erg zichtbaar van afstand. Maar wel als je op de streek kijkt. En schilderen gaat altijd over een spel tussen. Dichtbij, ver weg. Hè. Middeleeuwse Nederlandse schilderij is het vaak zo dat je van afstand zie je, oh, dat is gewoon een eend. Nou ja, middeleeuwse schilderij. We denken aan het impressionistische en het licht en dingen. En dit is eigenlijk toch een beetje een tekening of een beetje plat of wat dan ook. Maar dan kom je dichtbij bij zo'n kalkoen of zo'n eend of wat dan ook. En dan opeens zie je impasto details. Waarbij je met een heel gekke vorm, verf, een bepaald soort aspect van. Het vlezige van een eendenhuid. Waarmee het dus heel erg. Je gaat watertanden. Het is echt een soort van lustmoment. Het is eigenlijk van. Het is eerst het pronkding. Wat eigenlijk een beetje ook iets. Maar tegelijkertijd, als je dan dichtbij komt. Dan is daar de sappigheid. En niet alleen maar meer het pronken met. Bijna het idee van eend en welvaart. Maar dan is ook gewoon de tactiele. De ervaringen, de fysieke impuls van het honger hebben komt daar naar boven. Wat prachtig is. Een Rijksmuseum. En hier gebeurt eigenlijk iets soortgelijks. Het is ook een spel met. Het is natuurlijk iemand die ook wel gezien werd als een impressionist. Die daar ook een beetje mee heeft gebroken. En hier doet hij iets geks. Want als je van afstand kijkt, zie je een schaduw. Als je dichtbij komt, in het echt, zie je ook dat die streek. Een late streek in het schilderij. En dus normaal is donker onderliggend, want je bouwt het klassiek op en dan begin je met de onderlaag. En tot je verrassing zit hij vrij hoog, die streek. Mm-hmm. En hij is heel specifiek. Nou, oké, dus dan heb je dit. Heb je een voyeuristisch moment van een soort van doezeligheid, harigheid. Bijna geurig. En ik zeg geurig om dus de specifieke ruisachtige wijze, walmende wijze waarop. De rest van de dingen geschilderd zijn. De achtergrond en haar huid. Waardoor dat walmende. Dus dat bijna geur wordt. Het is iets van. Toch, dit heeft een bepaalde geur. Het idee van. Zoals in de zon de zomer een beetje bruisend aanvoelt. Mm-hmm. En dat is ook een thema wat in zijn latere schilderijen. Dat bruisend schilderen. Waardoor dat. Watachtig, wollig. Zacht. Het zit ook heel erg in dat shirtje, hè? En in hoe die. Ja, maar dus ook. En natuurlijk de focus op de borsten. Ja, maar, die borst valt. Ja, maar ook weer, want dat is zo grappig hier aan. Is dat de uitdrukking die ze heeft, is dus. Ze heeft overdreven grote lippen, alsof het plastische chirurgie is bijna. Maar ook een stressvolle blik naar zichzelf, bijna ongelukkig. Er zit een soort ongeluk, een soort van. De wenkbrauwen zijn opgetrokken. En er zit een soort van. Fanatisme in het naar het zelf kijken. Deze kam zit vast. Die kan, als je vanuit deze hoek kan je die kam niet verder trekken. Dus mm-hmm. het is dit. Het zit vast. En je arm kan niet verder. En je kan hem ook niet verder. Maar het zit ook vast in het haar door die. Dus het heeft een soort van. Er zit een soort stress in dat. En de blik en de verwachting. Dus er zit aan de ene kant zit die doezelige, geurige, voyeuristische, verlekkerde. Kijk,
met een concentratiepunt wat erotisch en specifiek is. En ook een verband legt met haar haar en het plezier dat daarin zit van dat zij worstelt en dat hij dat meemaakt. Maar het is niet oblivious voor haar ongemak. En wat hij daar ook van vindt, of dat je er misschien een soort sadisme in ziet, of een soort voyeurisme, of wat dan ook. Het is niet. Het heeft het wel waargenomen. En dat is misschien ook het amorele, de amorele ruimte van kunst. Dat je niet anders kunt dan afgaan op je eigen obsessies, verlangens, indrukken. En je intuïtie daarvoor. Dus hier heeft hij een beeld gemaakt waarin je kan zeggen, nou, het is geen zuivere, kietserige kijk op een vrouw. Want er is heel erg veel ruimte voor haar belevingswereld. Weliswaar vanuit de perceptie van de man. Maar de man is ook weer afhankelijk van wat hij in verf weet te brengen. En is daarin ook niet volledig in controle. Het is een vondst om zo'n streek te zetten. Mm-hmm. Er gebeurt iets met zo'n streek en de rest, een schilderij was een geheel opgebouwd. Als dit er is, maar er is niks doezeligs of rokerigs aan, dan heeft het ook minder van geur. Als dat niet vastzit, dan is zijn connotatie, dan is die pijnlijke blik niet minder waard. En het drukken op het hoofd en al die dingen. Dus dat, daarmee is hij dus juist zeer begaan. Misschien om niet morele redenen. Maar hij is wel zeer complex over de vrouw die hij schildert. Maar niet misschien in de zin dat zij iets anders is voor hem dan ook een schoonheid of een seksueel wezen. Maar wel een seksueel wezen dat ook leidt. En dat ook weer. Dus daarin zit natuurlijk een interessante overlap tussen het denken over maatschappelijke thema's, zoals vrouwenrecht, zoals de verhouding tussen man en vrouw, emancipatie en al dat soort dingen. Omdat bij kunst gewoon simpelweg het geval is dat het gaat over het vermogen van de kunstenaar om verschillende perspectieven in één beeld of in één filmpje of in één performance te laten zien. En daarmee is het vaak zo dat een kunstenaar natuurlijk een bepaalde overgevoeligheid heeft, een bepaalde perversie heeft, die hem in staat stelt om zo overgevoelig op dingen in te gaan. En als je dan kijkt, denk je, hey, verdorie, dit zit zoveel in, hoe kan dat nou? Hoe doet die persoon dat? En dat is de kunst. Dat is dus ook niet iets wat je kunt objectiveren als in, nou, dat doe je zo, zo en zo. Omdat het ook heel veel doen is. En dan moet je, om dat heel veel te doen, om Kirax te maken of zo te performen onder druk, dan moet je een klap van de molen hebben, want anders ga je dat niet heel veel doen. En daar zit het, dat verantwoordelijkheidsprobleem. Van je van, ja, maar jullie willen altijd conflict. Nee, we zijn heel erg goed in het naar boven halen van verschillende perspectieven op verstarring, op kramp. En dat heeft een psychologische reden. En misschien moet ik daarvoor naar een psychiater en al die dingen. Feit blijft dat je door die kunst dingen kunt waarnemen. Over perspectieven op dingen die misschien nog niet, hè, die tijd was er nog niet een heel hevig discours over vrouwenrecht en de invloed van het mooi willen zijn op het leven van de vrouw en het fijne. En misschien was Renoir daar ook wel niet in geïnteresseerd in dat soort oplossingen. Maar hij heeft wel dingen zichtbaar weten te maken die in de keuzes voor verf en positie en al die dingen verklonken zijn. En daarmee is het kunst. Nee, ik vind het heel helder wat je zegt. En dit is ook precies, nu denk ik van, dit is wat ik hoopte door met jou naar kunstwerken te kijken. Omdat ik altijd als ik met jou praat, dan merk ik dat er een enorme, dat is bedoel ik helemaal aan het begin met die liefde, een heel erg grote liefde of interesse in die wereld van die kunst zit. En dan gaat het helemaal niet over die provocaties, maar gewoon over die kunstwerken. Dus ja, ik denk meteen van, heb je nog meer voorbeelden? Of kunnen we nog naar andere? Je hebt een paar beelden gewat. Van provocatie of kunst? Nee, van kunst, van kunstwerken, van hoe je dit nu zo uitlegt, zeg maar. Kun je misschien nog iets anders centraal stellen om het te bekijken? Nou ja, ik vind natuurlijk, als we dan hebben we feminisme gehad of zo. Als je het dan hebt over kolonisatie. Kijk, ik liep in Parijs en ik weet niet precies wat voor beeld het is. Dat wist ik toen ook niet, maar het lijkt me iets Zuid-Amerikaans. Dus ik liep met Rutz Petter
door Parijs. En toen zagen we dat enorme beeld. En ik in de ogen kreeg, ik zei, dat is een replica. En toen had ze iets van, nou ja, is dat zo? Toen zijn we het op gaan zoeken. En waarom is het dan een replica? En... Nou, omdat het dus eigenlijk duidelijk opgebouwd is vanuit een academische kijk. Een academisch, dat wil zeggen, in de beeldende kunst, het proportioneren van de verhoudingen in een gezicht bijvoorbeeld. En dan leer je van, hè, tussen een oog zit een oog, een oog zit een oog. Dan heb je dat schema in je hoofd en dan kan je daarop variëren. Maar dat is een bepaalde manier van een beeld opbouwen. Ja, dus je werkt in die verhoudingen en dan kan je daarna die veranderen. Dat zie je meteen als het zo gedaan is. En het grappige is dus dat het origineel eigenlijk natuurlijk heel anders is opgebouwd. Want dat is niet gemaakt door iemand die dezelfde denkschema's gebruikt als wij. Dat is ook misschien een metafoor voor journalistiek en of academische kennis versus kunstenaarschap in de arena van het kijken naar de woke of het kijken naar schilderijen die over vrouwen gaan. Om een verschil te laten zien over wat een kunstenaar doet en wat een wetenschapper of een journalist doet. Nou ja, kijk, dan heb je het werk van Picasso. En het werk van Picasso... Picasso is natuurlijk een academisch genie geweest in zijn jeugd. Dus die kon op heel vroege leeftijd fantastische wijze dat soort beelden maken die dus een bepaalde academische controle vereisten en kennis. Hij maakt niet de fout om een beeld te maken waarin je het gevoel hebt, oké, dat is gewoon zo opgezet en daarna wordt er een beetje gevarieerd. Hij kijkt eigenlijk en hij overdrijft weer de asymmetrie en de complexiteit en bijna hij wil bijna in de psyche komen van de Afrikaan of de Zuid-Amerikaan of de Indiaan die dat soort dingen maakt. Hoe dacht die persoon dan over volumes en vormen? En hoe zie je dat? Dat hij dan in die psyche probeert te duiken? Dat zie je doordat de opbouw... Kijk, deze cirkel is niet verbonden... is niet een verschoven symmetrische verhouding. Dus het is niet een academisch opgebouwd beeld waarin daarna wordt verschoven. Het is eigenlijk dit... staat los van dat. En is aan elkaar gezet. En om dat zo aan elkaar te zetten en dan hoe die neus staat, dan krijg je een hele rare. En waarschijnlijk is het heel moeilijk om voor te stellen hoe dit er driedimensionaal uit zou zien. Dan moet je bijna je hoofd overbreken, omdat er een ambiguïteit zit in de mogelijke interpretatie van de vormen en lijnen. Hoe zit deze neus? Je weet niet hoe diep dat geel is, hoe diep zakt dat terug. En dus komt er een ambiguïteit in. Dat is een onderdeel wat volgens mij heel veel in mijn werk voorkomt. En hoe zie je dat hij dat helemaal... Dat helemaal via zijn psychologische diepte... Nee. Ik bedoel niet zo van... ik kan in de psyche van Picasso kijken. Ik bedoel, hij begrijpt dat je vanuit een tweedimensionaal beeld... om maar met Wittgenstein te spreken... niet per se een driedimensionale stand van zaken kan hebben. Als je Escher hebt, dan Escher is een tweedimensionale stand van zaken. En daar is niet een driedimensionale stand van zaken aan te verbinden. Hier is het zo dat je een bepaalde vorm hebt waarvan je niet weet hoe de onderkant van die neus eruit ziet of hoe die zich en waar precies die wang zit, die dieper of zit die naar buiten. En hij begrijpt dat er een ambiguïteit zit in een tweedimensionaal beeld waarin hij dus... En op een gegeven moment ontwikkelt hij dan zijn eigen manier om vormen aan elkaar te zetten om een gezicht te maken. Ook driedimensionaal, dat is iets later. Daar was in het begin ook mee aan het zoeken. Daarmee krijg je zicht op het feit dat hij niet genoegen neemt met het academisch opstellen van een beeld en daar veranderingen in teweeg brengen. En dan noem ik dat psychologisch, maar ik kan ook gewoon zeggen wat zijn de geometrische manieren van denken over ruimtelijkheid in die cultuur. Hij maakt het psychologisch met Demoiselle d'Avignon. Door die prostituees te voorzien van primitief, tussen aanstekers, door hem gemaakte koppen om een bepaald aspect van de vrouw, namelijk een bepaald gevaar, want zijn beste vriend had zelfmoord gepleegd. Ik vergeet altijd hoe spreek ik zijn naam uit. Casa nog wat. Casa Gemas heet hij. Carlos Casa Gemas heeft zelfmoord gepleegd. Nu een vliegtuigstand. Ja, en ook de eerste grote Picasso.
waarin dus de kaars een vagina wordt. Waar een soort hels vuur met rood en de dode Casagemas, die zichzelf door zijn hoofd heeft geschoten omdat hij impotent was en een relatie had met een prostituee. Mm-hmm. Een soort tragiek van het niet in staat zijn een vrouw te bevredigen. De wreedheid ervan. En een soort van omgekeerde Courbet, de oorsprong of life. En dan is dit dan het einde van het leven. Dus maar goed, dat is een ander werk van Picasso. Vandaaruit kwam er bij Demoiselle d'Avignon, waar hij dan door zijn fascinatie met de toen voorhanden zijnde beeldjes uit Afrika en andere zogenaamde primitieve culturen, om daardoor aspecten van de mens, en die heeft hij verbonden, en die zijn niet per se werkelijk verbonden, maar in ieder geval grimassen en tussen gezichten, die komen ook voor in de bijvoorbeeld Japanse cultuur. Hoe heet dat masker? Een Hanya-masker is een Japans masker met een lach en een van pijn getrokken gezicht. Dit. Oh ja, demon. Ik ken het, ja. Ja, die kunnen we ook opzoeken als je wilt. Dus grimassen en menselijke emoties die elkaar tegenspreken, dus blijdschap en pijn, dat is ook in de moderne psychologie een bepaalde psychoanalytische een interessepunt. Hè? Een interview met iemand, met psychopaten of seriemoordenaars, herken je soms bij Richard Ramirez, van dat soort koppen. Die dus gaan over hele conflicterende emoties. De Hanya-demon staat ook voor een vrouw die verraden is in de liefde. En dan in die waanzin komt, en die vrede waanzin daarvan. En dus voor altijd een lachend en een van pijn verwrongen gezicht heeft. Dus het combineren van, en dat heeft ook te maken met die gekke geometrie, want dat geeft Picasso meer ruimte om stukken gezicht aan elkaar te verbinden, in plaats van dan dat hij, al is natuurlijk Messerschmidt een kunstenaar die ook heel goed binnen die academische vorm in staat is om, kijk, Messerschmidt werkt juist wel met die academische vorm en die symmetrie, ook al gaat hij er soms dan ook aan voorbij door dingen eigenlijk zo naar elkaar op te schuiven dat het lijkt of je in een spiegel die symmetrie ziet en dat er eigenlijk het gezicht ook weer open is gesneden, een stuk weggehaald en weer aan elkaar gesmeed. Dus hij gaat ook wel voorbij aan de, en dat zijn allemaal uitdrukkingen van stress en waarbij hij zoveel mogelijk verschillende spiergroepen, ook wel asymmetrie, maar wel vanuit een meer academische. Picasso die zoekt dan de randen op van het mogelijk aan elkaar te verbinden zijnde binnen gezichtsuitdrukkingen. Als, en in de psychologie is dat ook een onderwerp. Dus die conflicterende emoties. En, dus in die zin is het verbonden aan de psychologie. Anders nog? Sorry? Anders nog? Snap je een beetje wat ik bedoel? Ja, ik snap heel goed wat je bedoelt. Ik ben nu, en daarom is het zo interessant om Picasso te gaan zien als iemand die kolonistische neigingen. Picasso had geen enkele interesse. Hij wordt ook een beetje van MeToo, toch? Dat weten we helemaal niet. Maar ja, dat hij dan misschien niet zo betrokken was bij de geschiedenis van de kolonisatie van Afrika en dat soort dingen. Maar hij heeft een buitengewone interesse voor wat het dan is, Afrikaanse sculptuur. En ja. Hij ziet mogelijkheden. En dan is het ook gewoon van, ja, hoe denken wij daarover? Zien wij die Afrikaanse sculptuur dan eigenlijk als een bijna superieure vorm? Op een gekke manier binnen ons. Ja. Want wij zaten vast in een bepaald soort manier van denken over kunst. Dat heeft wel iets te maken met de Grieken. In jullie aflevering over Renzo Martens haal je dit geloof ik ook aan als voorbeeld, toch? Dat eigenlijk Renzo Martens zegt dan dat tegen mensen die helemaal, Afrikaanse mensen die helemaal geen ervaring hebben, van die knutselen gewoon wat in elkaar, dat wordt dan, nou ja, een 3D-printer, worden daar chocoladesculpturen van gemaakt. En dat is eigenlijk een hele denigrerende, neerbuigende manier. En daar kritiek op hebben is dan onmogelijk, terwijl jij zegt van ja, maar dat zou je juist moeten kunnen bekritiseren, terwijl Picasso's
interesse in kunst en cultuur. De Afrikaanse cultuur heel groot maakt. Groot is toch? Ja. Ten eerste is het mijn project, want ik had de beeldjes had ik ingeleverd bij Jelle Bouwhuis van de SNBA. Als een voorstel voor een project. En dat is ook de film Plastic Haarlem afgemaakt. Dat ik in de achterbuurt beelden maak in een soort workshop. Toestand, ver voor Renzo Martens was ik daarmee begonnen. Mm-hmm. En ik heb dat ingeleverd bij Jelle Bouwhuis. En uiteindelijk is Jelle Bouwhuis dat Afrikaanse project gaan doen met overheidsgeld, met Renzo. Is dat zo? Ja, dat is zo. En ik weet niet of Renzo daar iets van af weet, maar dat is een feit. En dit is nog voor... Ik vermoed zelfs dat Renzo daar geen idee van heeft. Ja. Ik denk gewoon dat op de een of andere manier Jelle hem daarin heeft gekletst. Maar ik weet wel... Kijk, ik geloof in toeval. Ik geloof dat je niet alles moet... Maar ik vind het wel heel erg toevallig. Als ik dan nu voor CSI zou werken. Of wat dan ook voor. En de persoon waar ik mijn schetsen inlever. Is de persoon die dat gaat doen met Renzo. Die ik twee jaar geleden nog heb gesproken. En zegt, wat kan je nog doen aan sculptuur? En het is een tijd van film en documentaire. Dus geen interesse had in sculptuur. Dan denk ik, dat is wel heel toevallig. Ja. En dat gaat over agency, denk ik. Dat is een heel ander onderwerp. Maar daar kunnen we nog wel een keer over hebben hoe dat werkt. We hadden het over dus de oprechte interesse van Picasso. Van Picasso, ja. Waar nu aan getwijfeld wordt, toch? Ja. Of dat is nu weer een typische tijdgeest, toch? Dat je dan... Ja, en ook die echt grote kunstenaars met de kennis van nu dan gaat aanvallen. Ja, of de meisjes die kittens zijn. Dat mensen zeggen, die arme meisjes worden onderdrukt. Maar ja, ondertussen ben ik... Veel mensen schrikken er een beetje van, toch? En... Of dan is dat griezelig. Maar in feite ben ik ook gewoon de middle-aged man. Met al die mooie, vitale, jonge vrouwen. Dus die misschien ook van wanhoop en liefdesverdriet uit elkaar gescheurd zou kunnen worden. Dus het is eigenlijk een neerbuigende kijk. Zowel met... als het over vrouwen gaat soms van... Die weten niet precies wat ze doen. Die zijn het slachtoffer. Pas op. Kijk je wel uit. Let op wat je doet. En... ook een neerbuigende kijk bij andere dingen. Bijvoorbeeld hier over kolonisatie. En over, terwijl ik juist denk, moeten wij niet gewoon... Hè, want iedereen zegt dat ja, en dan ben je een cultuurrelativist... want de westerse cultuur is superieur. Nee, dat is nou echt een hele erg lineaire gedachte... waarbij je alleen maar gelooft dat degene die on top eindigt... ook in alle facetten een superieur beeld heeft. Terwijl... Ik denk dat er bepaalde Arabische, sommigen zeggen alleen maar Persische, maar ik vind Mutanabbi ook een geweldige dichter. Dichtkunst of andere vormen buitengewoon vruchtbaar zijn tot op heden. Dus dat eigenlijk spreekt er een bepaalde arrogantie uit om te doen alsof Afrikaanse kunst alleen maar door het perspectief van het gekoloniseerd zijn bekeken kan worden. Want volgens mij is het ook een kruisbestuiving geweest die onze cultuur voor eeuwig heeft veranderd. En hetzelfde geldt voor de muziek. Als we het dan hebben over de eerste, de nu krijgen de donkere kunstenaars of de Afro-Amerikaanse, whatever, ik weet niet hoe je het mag noemen, toegang. Maar wat about de blues, weet je wel? En Iceberg Slim en al die dingen. De mensen die bedoel, de denken van Iceberg Slim, daar is de rapcultuur uit voorgekomen. Wat zijn de blanken? Wat is de frustratie van de blanke man dat hij afdaalt naar de ghetto op zoek naar een donkere vrouw die naar zweet ruikt met grote billen? En wat is die seksuele drive? Wat is dat? Waar gaat het over? Daar heeft hij geprobeerd antwoord op te geven in zijn boek Pimp. En daar is heel erg veelvuldig gebruik van gemaakt als een soort van schermen met vitaliteit door de zwarte gemeenschap van Amerika. En daar is geniale kunst uit voortgekomen. Dus dat idee dat we nu in een soort afspraak... dan denk ik van, volgens mij zijn er al buitengewoon veel voorbeelden van geniale uitingen van andere culturen in onze cultuur. En is dat helemaal niet eens een discussiepunt. En ik vind het prachtig dat mensen gevoeligheden hebben ten aanzien van discriminatie en dat soort dingen. Maar op het moment dat alleen de enige dimensie is, of de enige wijze is waarop we dat soort dingen kunnen bespreken, dan gaan we voorbij aan heel veel succesverhalen. Ja. Je zei van ik was mijn hele leven al aangesproken op het feit dat ik überhaupt Tariq heet. Maar ik heb gewoon geen zin om als slachtoffer daarvan te gedragen. Het is een keuze. Maar nu leg je mijn woorden in de mond. Oh. Weet ik niet, ik speel toch. Ik parafraseer iets. Ja. Dus ik probeer eigenlijk te tunen naar jouw exacte uitspraak daarover. Ik probeer zelf kritisch te zijn. Op slechte dagen zeur ik wel eens van, als ik niet Tariq had geheten, dan
Weet je wel? Dus dat is logisch. En als Bertje Bru van de TPO zet op zijn Facebook van... er zit een moslim in Kirak. Dus Kirak kan geen vehikel zijn van de vrijheid. Maar misschien doet die moslim wel aan takia. En doet hij alsof hij gewoon met een biertje drinkt en zo. Maar van binnen is het gewoon een fundamentalist of zo. En daar kraait geen haan na. En bovendien belt hij nog Hans Theo op met hetzelfde verhaal en geen stijl. En wordt dat een soort sfeertje of zo, dan denk ik wel eens Getsy Derry of zo. Maar aan de andere kant denk ik ook, niet zeiken. Weet je wel, want dat is ook gewoon weer een prachtig onderwerp. Dan kan je dus verder met je baardmannen. Maar wat zou je nou zeggen, wat is nou jouw repliek naar op zo'n kritiek van Bert Brussen? Welke kritiek? Dat is toch ook een kritiek? Een slechte of een slappe bak koffie is nog altijd een bak koffie. Ja, ik wil even een bak koffie. Kan dat? Ja, tuurlijk. Ik moet ook even plassen, heel nodig. Ik denk dat het belangrijk is... Oké, we gaan wel door, hè? Heerlijk, ja. Ik denk dat het belangrijk is om na te denken over wat fascisme is. En dan bedoel ik niet georganiseerd fascisme, wat het is als impuls. Oké, laten we hier even een... Dit is een moment... Ja, nu ga ik hard, hoor. Ja, maar, dus wat is fascisme? Ja. Dat gaan we na de plaspauze. De mensen thuis kunnen even popcorn pakken, cola inschenken... biertje pakken, wijntje, even overschakelen naar zomergasten. Ik ben niet in de kramp geschoten, don't worry. Sorry? Ik ben niet in de kramp geschoten door het meisje. Ik ga uitleggen waarom hij verkrampt is. Maar ik moet ook naar de wc, dus ik wil alleen even tegen de kijkers thuis uitleggen dat ze nu even naar de gewone zomergasten kunnen overschakelen. Even kijken hoe het daar gaat, ja. Met Humberto Tan, ja. Waar hij zit. En dan kunnen wij even plaspauze doen, maar misschien laten we even de camera en de audio doorlopen. Ja. En dan maken we dit gewoon integraal onderdeel van de aflevering. Oké. Okay. Wij gingen het zoeken op. Ja, heel goed. Heel goed. Ik heb die vragen. Gaat het? Gaat goed, hè? Gelukkig. Wat vind jij? Ja, ik vind het goed. Zie ik een beetje goed uit of ben ik heel erg aan het fiddelen? Nee, je look good. Mag ik het terugzien? Dat kan niet. Ja, dat doet het. Ja. Je doet eigenlijk zo meteen het door als je hier kan, hè? Want dat het niet uit het moment raakt. En je biedt wel eens even koffie zetten. Maar dat komt op dezelfde aan, toch? Ja. Zullen we dan gaan doorgaan? Wat zeg jij? Dat is een koffie. Oké. Ja, gaat goed, hè? Dus ja. Best... Mooi die... Wat vind jij? Ja, je komt steeds meer. Ja, ik ga verder. Ja, dus we hadden het over Bertje Bru en... Wat is fascisme? Dat was het wat is dat nou eigenlijk, hè? Ja. Zie ik hier een muziekje op? Nou ja, kijk, als je dat wil bewijzen als zijnde een echte politieke stroming op dit moment... dan kom je vaak bedrogen uit, want we leven in een democratie. En mensen zijn ingesteld op die instituten en doen daar mee, zijn er opgevoed. Dus dan denk je, nou ja, het is allemaal gelul, het woord... Dat houdt geen steek en dat is irrelevant en plat en al die dingen. En dat begrijp ik ook. Dat is misschien ook wel voor een groot gedeelte een goede manier om ernaar te kijken. Maar er is nog iets anders aan de hand. Fascisme en met name dan antisemitisme is ook een conspiracy theory. Het is ook een manier om te veronderstellen dat er een groep is... die als een vijand fungeert voor... onze cultuur en daarbij is het zo dat individuen van die tot die groep horen... of die nou typisch zijn voor die groep. Dus dan hebben we het over bijvoorbeeld religieuze moslims... of joden met een keppeltje of wat voor figuren dan ook. Maar ook figuren die daar helemaal niet op lijken, die uit die groep komen. Zoals ik bijvoorbeeld. Dus op het moment dat Bertje in zijn tekst serieus... Want het was geen provocatie, het was geen kunstvorm... want hij heeft me daarna geblokt en nooit meer ontblokt. Dus dat geeft aan dat het een laatste woord was. En daar kom ik zo op terug. Dat hij daar werkelijk denkt dat het mogelijk is... dat ik ondanks alles toch misschien wel verbonden ben... aan een andere politieke of religieuze groep... die kwaadaardig staat ten opzichte van dat waar hij om geeft... en zijn waardestelsel en al dat soort dingen. Dan heb je te maken met een hermetische, dat is het belangrijkste... hermetische, paranoïde gedachte. Want er is niets meer wat ik kan zeggen...
om dat te ontkrachten. Sterker nog, het gesprek is afgebroken. Facebook is geblokt. Er wordt niet meer gepraat. En die gedachte wordt verspreid onder andere rechtse coryfeeën en dat soort dingen. Dat is de essentie van... En daarmee zeg ik niet dat moslims de nieuwe joden zijn en al dat soort onzin. Want ik vind natuurlijk niks lelijkers dan het leed van verschillende groepen met elkaar vergelijken en daar een soort van politiek statement uit halen. Ik vind dat totaal obscene. Maar we kunnen wel zeggen dat die vorm van islamofobie, die specifieke vorm die ik net heb besproken, heel erg lijkt op antisemitisme. Dat is belangrijk, volgens mij. En waarom? Nou ja, omdat je dat soort dingen, die hebben zo'n vernietigende kracht gehad, dat je het mij lijkt, vanuit onze geschiedenis, dat je die niet nog een keer zou willen zien. En dan zeg ik niet dat er gaskamers aankomen, maar ik zeg gewoon dat er een soort hermetische angst is die niet meer te doordringen is, waar je geen invloed meer hebt, waar geen gesprek meer mogelijk is, waar conclusies over de ruggen van mensen getrokken kunnen worden. Het hele leuke is dat eigenlijk dat cultuurmarxist of links of woke of dat eenzelfde soort mogelijkheid in zich herbergt. En daarom is er hier een heel interessant spel gaande. En volgens mij is de essentie dus niet de verdachtmaking. Want je kan altijd zeggen, of ben je een moslimfundamentalist of zo. Prima. Als ik bijvoorbeeld ga zeggen van moslims hebben minder kansen in Nederland, dan zal ik met bewijzen moeten komen of een interessante anekdote of een interessant gesprek of wat dan ook. Anders kun je tegen mij zeggen, of ben je een moslimfundamentalist? Want als ik een moslimfundamentalist ben, dan staat dat buiten kijf. Ik heb geen behoefte meer aan een gesprek. Ik ben niet meer geïnteresseerd, want ik ben paranoïde. De tegenstander is de kafir of de wat dan ook, die sowieso mijn vijand is. En ook al lacht hij in mijn gezicht, hij is door de duivel bezeten. En zal altijd mijn vijand zijn en de vijand van de islam. Die manier van denken, de hele fundamentalisme gaat over het begrip kafir. In de Koran zijn dat twee betekenissen voor. Eén is een groep niet-moslims die moslims uit wil moorden, waartegen de moslim dan het recht heeft zich gewelddadig te verzetten. Ook in een ander land. Maar dat is nadat de moslim eerst heeft moeten zwijgen over zijn religie en al die dingen, dat noem je takia. Dat je in doodsangst niet je islam hoeft te openbaren. Daar komt dat hele begrip vandaan. Maar als je dat afsluit en je gaat vanuit, en je hebt een ander begrip van kafir, dat is gewoon iemand die niet in God gelooft, en dat is een potentiële moslim. Dus dat is een heel ander traject. Het gaat over dat de moslim uitgeroeid mag worden door een bepaalde ideologische vijand. Dat is de grens. Dan is het gesprek voorbij. Nou ja, dat is bijvoorbeeld een situatie die op geen enkele manier verband houdt met de situaties van moslims in Nederland. Want die hebben hun eigen moskeeën, mogen hun geloof beleiden enzovoort, en supermarkten. En dat gaat allemaal best wel goed. Bij fundamentalisten wordt er dat soort dingen aan elkaar geklonken. Waarbij er dus een fantasie ontstaat dat die persoon, die amabele Nederlandse man die zegt, nou ja, die een grap maakt of wat dan ook, misschien een beetje vervelend is of wat dan ook, uiteindelijk die persoon is die, koste wat het kost, de moslim wil vernietigen. En daarmee verdwijnt het gesprek. Want die persoon is sluw en die persoon zou wel eens kunnen liegen over zijn werkelijke intenties. Daarom staat er ook in de Koran bijvoorbeeld over het begrip hypocriet. Je mag niet iemand aanwijzen als hypocriet. Als je denkt van een medemoslim dat hij potentieel een spion is of een hypocriet of wat dan. Je mag iemand niet veroordelen als hypocriet. Je mag het wel denken, maar je mag niet daar werk van maken. Want daarmee ga je heen over die complexiteit. Dat iemand misschien inderdaad hypocriet is, maar dat is onbewijsbaar. Want ja, het gaat dan over dat jij pretendeert, om een islamitische terminologie te gebruiken, kennis te hebben over iemands hart. Jij weet dat er in zijn hart dat is. Maar dat weet je dus niet, want je bent God niet. Het is ook eigenlijk altijd als iemand van iemand zegt dat hij hypocriet is, dan eindigt daar de analyse. Het is altijd een doodlopend weggetje. Het betekent van ja, jij bent hypocriet. Oké, ja, nou en? Nee, maar eigenlijk wat je wil zeggen is, ben jij hypocriet of zo?
Kijk, zolang er een of zo achterkomt, is het een uitnodiging tot het gesprek. Mm. Ik kan bijvoorbeeld zeggen tegen een vriendin, zijn jouw vrienden nazi's? Of zo. Die of zo zit hem in de uitnodiging tot opheldering. Dus op het moment dat jij een boute uitspraak doet om te provoceren of wat dan ook, zolang er geen of zo achter zit en er geen platform gecreëerd wordt, ruimte gecreëerd wordt om daarop terug te komen, dan wordt het in mijn ogen arrogant en ongeïnteresseerd en neigt het ook vaak snel naar propaganda. En dat is volgens mij iets wat we in Kirak absoluut heel scherp in het oog hebben, dat we niet in die val willen trappen. En het is een manier van denken die dus ook voortkomt. Hè? Tariq is een mafiosi. Nee, of zo. Hè? Een wederhoor. Is dat wel zo? En op het moment dat die noodzaak gaat ontbreken, dat wij denken, nou ja, als die persoon dat, wij hebben de kenmerken van dat, zal wel dat zijn. En die of zo verdwijnt, die nieuwsgierigheid verdwijnt. Je mag wel druk zetten op iemand. Je mag wel zeggen, Tariq, volgens mij ben jij gewoon een lompe idioot die overal tegenaan loopt te schoppen zonder te beseffen wat hij doet. Nou, dan kunnen we een gesprek hebben over kunst en dan komen we ergens. Dat is een beetje hoe ik net begon, toch? Ja, helemaal. Heel goed. Maar dat heeft heel erg lang geduurd. We hebben het over 6, 7 jaar Kiraks maken, waarin me nog nooit iets is gevraagd. En waar er heel veel is gezegd en geschreven. We ook wel geschreven. Ook niet om mij? Ja. Maar ik bedoel, ik klaag niet. Maar ik zeg gewoon, kramp is iets interessants om te onderzoeken. Of dat nou is over... En het erg is dat dat vanuit alle groepen komt. En het is heel erg moeilijk om onder druk zelf daar ook niet aan toe te geven. Dat je ook op een gegeven moment zoiets hebt. Oh, weet je wel, ik ben net gecanceld. Ik heb 25.000 euro verloren aan geld voor een expositie. Jury heeft het lekker gedaan. En daar heb je een journalist of zo. En die komt nog eventjes lekker woke tegen me doen. Dan denk ik ook van, ben je wel goed bij je harses of zo? Ja. Of niet? Weet je wel? En dan is het een uitnodiging tot verheldering. Ik berust er gewoon altijd in dat op de lange termijn de werkelijke toedracht toch komt boven borrelen. Ja. En dat vind ik dus, ik vind het helemaal niet zo erg om gewoon dat uit te zitten. Ja, maar dat is ook een beetje van een slavernij lost zichzelf wel op. Nee, niet de slavernij, maar wel die Nederlandse journalistieke foutjes. Dat ze dus dit, snap je, al die dingen niet bij tijd herkennen. En dat ze niet zien waar de werkelijke, hoe het relief is. Of hoe zeg je dat? Hoe de dieptewerking is van al deze dingen die we vandaag bespreken. Nee, maar dat gaat er niet eens om. Het gaat erom dat onze instrumenten tot begrip bot zijn. En dat is een ramp. Als wij met de sitfilm hebben laten zien dat ultralinks in staat is een ultrarechtse filosoof te verdedigen op basis van gevoelens over zwakte en slachtofferschap en bescherming en safe space en al die dingen, en voorbij gaat aan de mogelijkheid scherper te kijken naar iemand die in mijn ogen hele gekke dingen over vrouwen schrijft, wat mag van mij, maar waar ik dus van me af mag vragen, waar komt dat door? En op het moment dat die mogelijkheid over het hoofd wordt gezien, niet interessant wordt gewoon, alles wordt weer dichtgeplamuurd. Hij wordt weer in eer hersteld op als, zonder dat er gevraagd wordt van, maar ja, ja. Dan denk ik, hier zijn botten. En de directeur van de balie probeert jou nog even kalt te stellen door te zeggen dat hij een soort enge gewelddadig. Ik ben misschien ook wel een beetje een engert, maar ik ben niet gewelddadig. Ik geef toe dat ik best wel griezelige kanten heb, maar ik ben niet gewelddadig. Ik heb geen misdaden begaan, ik heb geen strafblad. Nul, niks. Er zijn nooit aangiftes tegen mij gedaan. Van welke soort dan ook. Dus ja, in die zin ben ik een onschuldig lammetje. Maar ik kan best wel griezel zijn, dat kan ook wel. Misschien ben ik een hele gore, griezelige perverseling. Maar wel, dat is toegestaan in Nederland. En jij speelt gewoon, jij jongleert met al die rollen de hele tijd. Ja. En maar er is nooit een moment dat je denkt, dit is, snap je, alsof je dit in het gezicht kan wisselen. Maar de shuffle gooit nooit het echte gezicht op. Maar je kan wel al die rollen spelen. En dat is wie jij bent. Nou, daaruit spreekt toch ook een essentie. We hebben het nu over inhoud gehad. Zeker. We hebben inhoudelijk gereageerd op bepaalde dingen. En niet, aan de ene kant vind ik het lekker. Want ik ben raar en pervers. Dus ik vind het ook wel grappig om de vijand te spelen. Ik bedoel, staat die 666 op mijn logo. Kijk. Weet je wel. Baphomet, Mahomet. De demonisering van de islam. Vanuit rond 1000 na Christus en het Oud-Spaans enzovoort. Die woord, die verbasteringen. Hè, Mahomet, Baphomet, dat het op elkaar lijkt. En dat is de duivel en zo. Ja, dat is natuurlijk heerlijk om als kunstonderwerp. Dus daar ben je blij mee.
ik hartstikke gelukkig mee. Ik had geen andere rol liever willen spelen dan de duivel. Uiteindelijk is dat mijn rol, met al mijn maskers. Maar waarom? Ik bedoel, waarom is dat je favoriete rol? Dat is een beetje een flauwe vraag, maar ik ben toch benieuwd naar het antwoord. Ik ben ertoe uitgerust. Ik heb het gevonden. Het is een vondst. Een kunstzoekje naar vondst. En wanneer heb je die vondst gedaan? Laat mij maar de duivel spelen. Omdat het dus altijd al bij voorbaat erachter kwam dat dingen op die manier werden uitgelegd. Ik was slecht met Mara McCarty. Ik was een ploert. Gaat het verder terug? Is dat al op de kunstschool? Of is dat al op de schoolplein? Of wanneer ontdek je dat? Dat als je de duivel speelt, dat een soort van waarheidsvinding oplevert? Hele goede vraag. Echt waar. Voor mezelf. De eerste echt goede vraag. Ik ben wel echt benieuwd. Ook al weet ik dat het een beetje flauw is om te graven naar je verleden. Op de lagere school was er een horloge gestolen van een leraar. En ik was daardoor gefascineerd door het kuddegedrag van de groep. En iedereen was daarmee bezig. En ik dacht, die zijn zo opgefokt met z'n allen. Ik was nieuwsgierig of ik dan die mantel van de dief om mijn schouders kon slaan. Dus dat was echt een heel instinctief jeugdding. Hoe oud was je toen? Ik was 6. Oh ja. 6, 5 of 6. Ik zat een klas hoger. En die kun je nog herinneren? Of is het later verteld door iemand? Nee, ik kan het nog herinneren. Of ja, ik weet niet hoe dat... Ja, herinneringen zijn natuurlijk... Ja, dat is ook... Maar goed, jij trok het boetekleed aan. Nee, helemaal niet. Ik deed gewoon slinks. Dus dat heeft gewoon te maken met hoe je kijkt en hoe je... Precies zoals ik jou beschreef. Hoe zou iemand die schuldig is zich gedragen, dacht ik. Dus hoe doe je nou schichtig of een beetje wegkijkend of een beetje alleen een plekje zoeken? Of misschien te veel op het verkeerde moment grijnzen of dat soort dingen. En verdomd. Ik had op een gegeven moment gewoon 20 leerlingen die naar mij op zoek waren. Ik had me ergens verstopt en ik werd op een gegeven moment door 20 leerlingen zo aan mijn kraag zo voor de leraar neergezet. Die dus ook op de een of andere manier daar wel onder in was. Uiteindelijk is dan uitgekomen dat iemand anders het had gedaan en ben ik in ere hersteld. Maar ik denk dat het ook een soort pervers spel was met de Jezusfiguur, hè? De vals beschuldigde, de omdraaiende antichrist eigenlijk. Ik zag het toen niet als de antichrist. Dat was niet mijn herinnering was, maar dat is met terugwerkende kracht maak ik daar dan de antichrist van. Omdat het een soort van omdraaiing is van... niet de perfecte omdraaiing. Maar het is een leuk spel om van de mensen met goede wil en rechtvaardigheidszin de beulen te maken. En de platvloerse en de stomzinnige. Dat is hilarisch. Dus eigenlijk ontdek je daar dat je je eigen lichaam kan lenen of inzetten voor een soort pervers spel waarin iedereen zichzelf laat zien. Absoluut. En dat is eigenlijk iets wat je altijd een beetje op allerlei manieren bent blijven doen ofzo. Ik ben heel erg geïnteresseerd in wat kramp veroorzaakt. Ik ben heel erg geïnteresseerd. Maar altijd een beetje blijven doen, nee. Of ja. Ik doe het ook nog een beetje, hoor. Het is weer zo psychologiseren, dat snap ik. Nou nee, want zo werkt het gewoon niet. Want je moet ik stel natuurlijk zo'n vraag, omdat ik dan krijg en het antwoord. Er zijn geen trucjes die je kunt doen. Kijk, in zekere zin heb ik het helemaal voor mezelf verpest door dit interview te geven. En daarom denkt iedereen van, deze jongen, dat is gewoon een hele goede betrouwbare vent. Ja, maar je weet nooit of je dit ook weer speelt. Snap je? Dus dit kan toch helemaal... Iedereen die jou echt kent, die gaat natuurlijk zeggen van... Haha, Michiel trap live action in Tarik. Die ook weer gewoon een soort van interviewgast nadoet. Snap je? Dus dat is dus... Dat blijft raadselachtig, toch? Ja, maar zolang ik geen wetten overtreed... Heb je toch geen bal te maken met dat ik in mijn slaapkamer met jonge meisjes doe? Zolang ze legaal zijn. Ja. Misschien ben ik ook wel een hele grote smeerlap. Laten we even een bruggetje slaan naar jouw schilderijen, naar jouw eigen schilderijen. Want je hebt nu net een en ander laten zien van de schilderkunst. En ik ben benieuwd hoe je dat implementeert of toepast in jouw eigen werk. Nee, dat kan dus niet. Of wat doe jij als je werkt? Of hoe ga jij te werk in jouw eigen schilderijen? Of misschien kunnen we iets daarvan bekijken en kun je iets laten zien of iets vertellen over jouw schilderij. Nou ja, ik wil één schilderij laten zien. Dat is deze. Hoe zou je deze gezichtsuitdrukking omschrijven? Een beetje onig. Een beetje... een soort van verdwaasd. Of
Zacht ook? Ja, wel een beetje zacht. Maar ook meer zo van iemand die zichzelf heeft gecultiveerd. En die weet dat hij een beetje de lolbroek of de paljas kan uithangen. Maar, en dan daar een soort ontwapenend moment in heeft of zo. Ja, dit is heel droevig, hysterisch, eng. Angstig. Angstig. Ja, een soort van hele diepe, kolossale angst voor het totale onbestemmen. Ja. En als je het niet afdekt, dan zie je het dus niet. Nee, dat klopt. Het is gewoon een portret. Terwijl daarom zijn dit soort dingen natuurlijk heel anders geschilderd. Dit is... Dit wijkt... En voelt het ook voor dat je nu de truc uitlegt voor jezelf? Ruis. Voelt dit nu ook voor jou dat je nu de truc uitlegt? Nee, het is geen truc. Want het is duidelijk te zien aan het schilderij dat ik dat niet van tevoren heb opgezet. En dat het dus iets is in het schilderen. In mijn, omdat ik het natuurlijk ook helemaal niet academisch opzet. En ik ook helemaal niet klassiek schilder. Want ik werk niet vanuit het samenbrengen van values. Terwijl het met donkere stukken beginnen. En dan eigenlijk een hele onhandige manier om überhaupt nog een lichtsuggestie te hebben. Eigenlijk virtueel onmogelijk. Vraag maar aan Maria hoe moeilijk dat is. Dus het is een hele gekke manier van schilderen. Die mij in staat stelt om dat soort gevoeligheden over de betekenis van obliviousness en onschuld en angst. En om die samen te brengen. En om die onder de ogen van mezelf, om daar een soort van gevoeligheid voor te kunnen hebben. Zodat er dingen gebeuren in een schilderij die niet in het eerste oogopslag ziet. En dus niet illustratief zijn, maar verklonken zijn in verf. En dat is waar mijn schilderkunst over gaat. En dat lukt soms beter, dat lukt soms minder. Maar dat is eigenlijk wat het is. En daarom dacht ik laat er eentje zien. En dan ga je misschien ook anders naar al die andere werken kijken. En minder van, het is gewoon een gezicht. Of het is gewoon een... Want dat is niet wat ik aan het doen ben. Heel veel mensen, ik heb al vaak gehoord van, dat is gewoon een slecht klassiek schilder. Of een beetje slordig klassiek schilder. Maar er is volgens mij veel meer aan de hand. Dat is een soort uitnodiging om dat... Jij kijkt een beetje zo nu. Ja, ik dat niet. Ik kijk angstig. Jij kijkt angstig? Ik ben niet zo goed in het herkennen van angst. Want ik ben natuurlijk een psychopaat. En ik heb... Maar ben jij echt een psychopaat? Ja, ja, ja. Want jij hebt het al vaker gezegd. Nee, ik heb net een testje ingevuld. Maar licht. Heel lichtjes. Maar kun je iets over vertellen? Van wat is een psychopaat? Of wat definieert een psychopaat? Goed. Primaire psychopathie heb je het dan over. Het gaat over stressbestendigheid. Dus het vermogen om in allerlei stresssituaties eigenlijk heel rustig te blijven. Emoties vallen wel weg. Dus ik kan de ene dag enorm liefdesverdriet hebben. En dan kan het vrij snel een nieuwe plek krijgen. Dus je hebt gewoon een soort van vermogen om aan de ene kant emoties te vergeten, uit te zetten, empathie uit te zetten. Stelt je in staat om niet geïnteresseerd te zijn in wat anderen overkomt. Ik maak er niet veel gebruik van, maar wat wel zo is dat ik soms mensen in een hele gevaarlijke situatie bracht en breng. Misschien nu intellectueel gezien en vroeger gewoon fysiek. Dus ik was niet zelf de misdadiger, maar door mijn extreme drugsgebruik. Gek genoeg heb ik bijvoorbeeld nog nooit iemand crack aangeboden. Want dat vond ik dan... Ik moest voor mezelf regels stellen. Omdat ik dus anders wel echt helemaal uit de bocht zou schieten. Dus een van mijn regels was... Ik gebruik die harddrugs. Ik kan het aan of niet aan. Maar ik zal het nooit aan iemand geven. Dus je gaat op een gegeven moment ga je dan... Maar ik moet dat echt heel serieus met mezelf afspreken. Anders dan doe ik dat gewoon. En ik heb niet die meteen dat gevoel van... dat kan je niet maken... Dus ik moet heel erg opletten dat ik niet in dat soort manieren van doen terechtkom. Dat is volgens mij een beetje psychopaat aan mij. Maar ik heb wel empathie, alleen ik kan het wat makkelijker uitzetten. Ik heb wel emoties voor anderen, maar ik kan het wat makkelijker uitzetten. Zoiets. Ik denk dat het wel zo is. Ik denk dat heel veel kunstenaars dat hebben. Ik denk dat het heel gecorreleerd met creativiteit en een niet-emotionele kijk naar het eigen en andermans werk. Waardoor je dus niet meteen in kolonisme en een gevoel van onrecht en oh nee en dit, maar dat je gewoon kijkt wat doet Picasso eigenlijk. Ja. Dat is een soort van coole... Psychopatenblik. Ja, een beetje wel, ja. Coole en is het iets wat je zelf hebt ontdekt? Of is het zeker. Iets wat iemand naar je hoofd slingerde? Van je bent gewoon een psychopaat. Oh, dat... Of heb je dat bij jezelf? Is dat een ontdekking van jezelf geweest? Ik weet niet of het zo is. Ik heb laatst een testje ingevuld en dat was het wel zo. Terwijl ik echt mijn best deed om dat... Ik weet het niet. Als ik naar Ted Bundy kijk, naar de gezichtsuitdrukking en dat soort dingen, hè, dan herken ik niet mezelf. Maar
als ik terugkijk naar een soort video van mijn leven, dan zie ik wel situaties voorbij schieten die, waarvan ik weet dat bijvoorbeeld jij ze niet prettig had gevonden. En ook beangstigend. Dus het besef dat ik het allemaal aankon eigenlijk en dat ik daar niet heel veel last van heb. Dus ja, het is misschien wel iets om over na te denken. Ik ben ook heel manipulatief. Ja, dat weet ik. Ja. Dat is wel een trip, hè? Nou, dat laatste over, had je het nou over? Alice in Wonderland en The Rabbit Hole en dat soort dingen. Ja, dat is hoe ik zo'n gesprek toch zie. Also, ik heb ontdekt toch een psychotisch wereldbeeld. Dus ik zie alles als een... Als ik een paddentrip heb of een LSD-trip, dan denk ik, dit is de echte werkelijkheid, dit is thuiskomen. Ja. Dus dan kijk ik even voor 6 uur, zeg maar. Dus je kijkt altijd zo. Dan heb ik even zo het idee dat ik het hele spectrum zie. En de hiërarchie is ook even opgeheven. Ja. Dus het voelt als thuiskomen. En als ik dan weer nuchter ben, tussen aanhalingstekens, dan blijft dat in mijn hoofd. En dat is hoe ik altijd alles zie. Dus in die zin zie ik een gesprek altijd als een soort trip. Ja. En sinds ik heb geaccepteerd dat... Je die, dat je dus helemaal die wat je wil van zo'n dag... Ja. Als je dat helemaal loslaat... Ja. Nu doe je als een luisterend iemand na. Ik ben het aan het verlekkeren aan jouw naïviteit. Ja, dus als ik dat helemaal loslaat... Dan krijg je vanzelf die trip of zo. Wat beweegt jou? Waarom doe je dit? Waarom doe je dit interview met mij? Wat wil jij hiervan? Ja, dat is een goede vraag. Waarom doe je dit? Waarom heb je mij uitgenodigd? Is het ambitie? Wil jij een bekende interviewer worden? Nee, helemaal niet. Ik ben dat interviewen... Ik ben altijd bezig ook met kunstenaarschap. En met name dan schrijven of voorheen theater maken. En nu is dus die podcastvorm. Vind je griezelig dat je in je eerste aflevering een soort van... Psychopaten bij uitgeven. Nou ja, een soort van Satan uit een B-film. Of Baphomet uit een B-film. Ja. En dat je dat had als eerste aflevering. Ja, maar dat is, om dat daar is, de dat energie uit te halen voor je ambitie. Dat is wel een soort contract met de duivel. Natuurlijk. Dat zie ik als een vondst zelf. Dan denk ik van, dit is de perfecte gast om mee te openen. Ja. Dat vind ik niet. Ja, dit was mijn toegang. Dit is de binnenste buitenkering, zeg maar. Ik zie het als een sok die je binnenste buiten keert. Dat is eigenlijk... hoe zeg je dat? Ik zie kunstenaarschap als iets hoogs. Als iets waar ik naar streef. En dan zie ik kunstenaars zoals, laten we zeggen, Primo Levi. Die is dit een mens schrijft of zo, hè? Of Wachten op de Barbaren van Coetzé of zo. Dat vind ik dan echt van die kunstwerken die heel hoog op zitten, bijvoorbeeld, hè? En zelf streef je dus ook naar die... die geconsolideerde vorm of zo. Dat alsof het eventjes in 200 pagina's allemaal wordt gezegd of zo. Ja. Wat jij misschien met zo'n doek hebt. Ja. En dan probeer je. En dat faalt en dat faalt en dat faalt. Nee, dan op een gegeven moment ga je gesprekken hebben. En dan denk je, oké, door anderen te laten praten... kom ik blijkbaar in deze tijd, net als met Kirak of zo... dat opent iets. Dat is een deur naar dat ik dichter kom op wat ik eigenlijk wil. Als ik kunst maak, dan dat ik dat blijkbaar doe als ik... zelf met mijn dingen blijf. Ja. En dus voor mij zijn die gesprekken een manier om dichterbij te komen. Wat volgens mij, wat jij met Kirak en met die performances hebt, dat heb ik nu met die gesprekken. Ik denk, oké, voor nu, in deze tussenstand van de trip waar ik in mijn leven ben gebleven, is dit blijkbaar het meest vruchtbaar om tot kunstenaarschap te komen. Ja. Namelijk door me even niet te richten op mijn eigen hoofd, maar dat helemaal los te laten, alleen maar vragen te stellen en aan te gaan waar ik aan van ga bij jou, probeer ik eigenlijk een stap te zetten waar ik voor mijn gevoel vast kom te zitten bij mijn eigen kunstenaarschap. Oké. En zo probeer ik iets open te breken. Dus dat doen we hier, voor mij. Ja. Dus ik probeer iets uit jou te halen waarvan ik denk, yes, dat raakt dan eindelijk aan dat diepe. Snap je? Ja. Dus ik was eigenlijk bezig in mijn hoofd met, ik dacht, oké, we gaan het eerst over jou als performer hebben. Binnen Kirak. En dan gaan we het over jouw poëtica hebben aan de hand van kunstwerken. En dan gaan we het over jouw eigen schilderijen hebben. En dan in mijn hoofd dacht ik, kunnen we het mooi over Lovecraft hebben en over
kosmische horror. Oh. En dan kan ik uiteindelijk besluiten met een soort van vraagse van hoe correleert wat we nu op uitkomen nou met jouw allereerste beginpunt, namelijk die performer en die frustratie over dat interviewen en over jouw kunstenaarschap. Dus ik probeerde daadwerkelijk naar die apotheose toe te gaan in mijn hoofd. Ja. Maar nu keer je eigenlijk de camera om en nu zeg jij van hoe gaat het intussen met jou? Ja. En ik volg dat omdat ik dat interessant vind. Nou ja, omdat ik dacht dat het transparant maakt dat een psychopaat mij nu gaat in mijn eigen hoofd terug laat schieten. Ja. Maar in mijn hoofd zijn we daarna op weg en gaan we daadwerkelijk naar die apotheose waar jij heel mooi gaat uitleggen hoe dat allemaal samenhangt. Ja, volgens mij is het mooi dat we op een gegeven moment steeds genuanceerder werden en er klonk een soort van het is een redelijk gesprek over kunst en er is redelijke gedachten over het tegengaan van polarisatie en kramp. En dat soort dingen. Dus waar is de crux? Waar is dit nog een gevaarlijke mythologie? Nou, dat gebeurt nu toch, as we speak. Ja, dat voel je nu een soort omdraaiing naar angst toe? Of naar iets griezeligs? Voel je de buik hangen? Nou, nee. Ik zit zelf nog niet bij die angst. Maar ik heb wel het idee van... Dit is duidelijk taak die zich begint te vervelen. Dus nu gaat er iets gebeuren. Dat is gewoon wat mensen... Dus je laat me gewoon vervelen en dan moet ik het weer... Ik denk dat het leuke aan deze hele situatie is... dat kunst ook gewoon intrinsiek onveilig is. Dus waar je Lovecraft gewoon kunt zeggen... nou ja, er is een soort kosmische angst en daar zitten... aliens en die zijn al lang op aarde en de boel aan het beïnvloeden en dat soort zaken. Gaat kunst over macht? Het is een vertolking van waarde. Het is een manier om dingen een bepaalde waarde te geven. Monetaire waarde. Psychologische waarde. Dus ergens is het ook heel begrijpelijk dat... bepaalde gecultiveerde, cultureel belangrijke groepen... een bepaald soort van ballotage willen op de kunst... dat er geen gevaarlijke ideeën enzovoort in voortkomen... die uiteindelijk vernietigend zijn of gevaarlijk zijn. Mijn hele spel is natuurlijk om daar een handje in te helpen. Dus door te zeggen, tuurlijk, Michiel... kijk, hier nuanceren we heel mooi en dan is dat kramp... en dan is dit goed en dan... wederhoor en al die dingen. Om eigenlijk een ruimte te creëren voor een soort toegang tot een culturele waarde. Waardoor eigenlijk op een gegeven moment natuurlijk een ander spanningsveld gaat ontstaan. Hè? Dan gaan we terug naar de angstbeelden van Bertje Bru, Bert Brussen. Dat het gewoon wel degelijk mogelijk is voor kunst... om geldstromen uit verschillende achtergronden... Hè, dus crimineel of Rusland of het Midden-Oosten of wat dan ook... te gaan voorzien van een waardevoordeel. Dus door iets een bepaalde culturele waarde te geven... en iets wat misschien intrinsiek vijandelijk is... zet je de deur open voor... een spel met waarde en geld en macht en ideeën. Dus dat is natuurlijk de hele grap. De hele grap is dat wij bij Kirak en met name ik natuurlijk wel echt speel met... kun je niet een kunstvorm hebben die duidelijk vijandelijke elementen bevat aan de Nederlandse of Westerse norm- en waardestelsel? Wat betreft vrouwen en seksualiteit en tegelijkertijd zo'n ruimte creëert binnen een discours... dat het ook wel weer een waarde heeft. Waardoor er de mogelijkheid ontstaat om op de lange termijn... een echt spel te gaan spelen met macht en geld. Waardoor je dus een soort van paard van Troje hebt... waardoor eigenlijk iets niet meer containable is. Dus dat je dus, als je die eenmaal die waarde weggeeft, het heeft die waarde... dan komt iets op gang. En dan is het ook gewoon mogelijk voor de kunstenaar... om, hè, want kunst definiëren wij als vrije ruimte, los van de politiek enzovoort... om eigenlijk een soort doorgeefluik te worden voor andere belangen. Zonder dat die belangen per se gediend hoeven te worden op de een of andere manier. En ik wil natuurlijk, ik ben nieuwsgierig of er bij jou bewustzijn bestaat over die mogelijkheid. Dat je nu ook gewoon onderdeel bent van een heel slinks spel
om bijvoorbeeld geld uit het Midden-Oosten meer waard te laten worden, of uit Rusland, of wat dan ook. En dat je dus eigenlijk een niet gecontroleerde culturele influencer, hè, om dat zo een beetje dat soort termen te blijven, creëert. Die eigenlijk lijnrecht tegenover je eigen waardestelsel staat. Dat is waar volgens mij de crux zit van dit gesprek. Daar zit het werkelijk gevaar. De rest is natuurlijk peanuts. Ja, dus ik zeg, we hebben zou je daartoe bereid zijn? We hebben twee. Wat vind jij belangrijker? De kunst of veiligheid en democratie? En... Ja, ik vind de kunst. Ja. Dat twijfel ik niet aan. Dus van jou mag de hele democratie instorten als er maar goede kunst is? Nee, dat is niet. Dat is geen of-of. Dat is natuurlijk een belachelijke. Dus alsof ik aan die hendel trek. Dat is natuurlijk helemaal niet zo. Ik weet dat hoe de stormen ook stormen. En hoe weersomstandigheden ook steeds weer veranderen. Kunst blijft kunst. En al die andere dingen veranderen. Overal, elk moment. Dus jij zegt gewoon de democratie is sterk genoeg om dat soort. Nou, dat hoop je natuurlijk. Stormen. Dat hoop je. Ik bedoel, ik denk dat ik als mens. Die ook een leven opbouwt, hoop ik dat die democratie sterk of sterk genoeg is, weerbarstig genoeg is. Maar dat weet je niet. En als dat niet zo is, dan is er nog altijd de kunst. En de kunst is nog sterker. En dat weet ik gewoon. Dus ja, als je een kunstenaar, als je zeg maar, als in je leven ervoor kiest, ik ben kunstenaar, dan is dat gewoon een manier van in het leven staan hoe die stormen ook broeden. Snap je? Dat is ook wat Camus door die oorlog heen trekt. Of Zweig of zo. Snap je? Dat is sterker. Ja. Ja. Ja, ik blijf het een moeilijk punt vinden. Ja, kijk. Dat is een beetje naïef van mij. Dat is naïef. Net zoals het naïef is dat we hier dit toneelstukje doen van zomergasten. Ja. Snap je? Dat is ook naïef. Ja. Maar dat is gewoon de sprong in het diepe. Dat je denkt, dan komt er iets uit wat mij verrast. In plaats van dat ik het bedacht heb. Ja, en die film Max met Hitler. Dat Hitler dan een soort Joods kunsthandelaar heeft. Die hem aanspoort in het steeds scherper verbeelden van zijn agressieve, paranoïde waanbeelden. We kunnen weer een fragmentje laten zien. Weer terug naar het format. Je redt mij. En dat fungeerde op de kunstacademie vroeger als een soort van zelfs het kwade, ziekelijk gedachten kunnen beter ondergebracht worden in de kunst. Want daarmee is de reden tot het uitvoeren daarvan minder noodzakelijk. Als Hitler gewoon lekker zijn modellen had gemaakt van gaskamers en dat soort ideeën in een gallery, of in de unsafe space, dan was hij misschien helemaal niet doorgecijpeld in de politiek. En Hitler zegt in de trailer, politiek, dat is de nieuwe kunst. En zo, zoals Jonas Staal eigenlijk ook doet. Dus dan is het mooie eigenlijk aan dat je een soort van hele rare keuze voorgeschoteld krijgt. Wat is een betere manier van ermee omgaan? Door de kunst eigenlijk aan politiek te verbinden en de kans te lopen dat goede bedoelingen uitmonden in burgeroorlogen en in de derde wereldlanden en dat soort. Of zeg je gewoon, misschien zijn dit echt ziekelijke gedachtes, maar we zetten een omheining eromheen, we noemen het kunst en we zorgen dat het absoluut niet iets anders wordt genoemd dan kunst en we waken ervoor dat het ook niks anders is dan kunst. En dan kan het geld en alle mogelijke en kopers met andere politieke ideeën en zo, die zullen toch niet in staat zijn om daardoor bepaalde propaganda te voeren of politieke doeleinden te bereiken. En dat is ook misschien natuurlijk waar het weer ongevaarlijk is, dat er door die onderbewuste van vondsten en uit het proces betekenis creërende manier van werken, dat het niet methodisch genoeg is en veel te ambigu is. En nu zijn we weer terug bij het begin. Om werkelijk gevaarlijke ideeën op een productieve manier te verspreiden. Dus het is wel link en misschien ook wel een beetje griezelig en goor, maar het is niet uitgerust. Het is niet geweaponized, om met Bannon te spreken.
En dat is natuurlijk het leuke. En dan gaat het erover of je als samenleving een dergelijke tolerantie kan voelen om datgene wat je misschien griezelig vindt, minacht, walgelijk vindt, een plek toe te bedelen. En ook daar een soort van voorschrift voor te hebben van hoe daarmee om te gaan. Je hoeft helemaal niet met iets goed te vinden, in de zin van moreel goed, om het te kunnen bewonderen. Dus ik denk dat dat een beetje de conclusie kan zijn van het hele gesprek. Want ik begin me echt te vervelen. En waarom begin je te vervelen? Ja, omdat ik nu een beetje te veel moet putten uit mijn herinnering. En ik weet niet, volgens mij heb ik jou in de psychische staat waarin ik je wilde hebben. Ik wilde jou een beetje verward zien. Ik wilde lichte angst zien. Ik wilde een beetje zweet zien. Ik wilde een beetje een soort overgave zien aan de stroom, waterval en de stream of consciousness die ik hier op jou heb afgevuurd. En een soort van open staat voor het verkopen van de ziel van Nederland. En ik ben heel Waarom tevreden over het resultaat. Waarom heb je de ziel van Nederland verkocht? Omdat je accepteert, omdat je meedenkt hoe iedere vorm van institutionele controle en censuur en bijschaving van instanties terug te brengen. Want je zit in een plek die dat volledig ontkent en de reden daartoe belachelijk maakt. En we worden het aardig eens. Dus in die zin heb je afstand genomen. Nou ja, je bent in de vierkant natuurlijk altijd nog weer omdraaien als een blad. Maar door daar een podium aan te geven, heb je natuurlijk een split gecreëerd. Hè? Dan kun je nu een onsafe of een door de overheid gesubsidieerde ruimte. En je hebt dus nu ook gewoon ruimtes die zeggen van, daar doen we niet aan mee. En daar heb jij mee gedaan. Ja, dus dan ben ik heel dankbaar voor. Je geeft dat legitimiteit. Ja. Dus jij probeert mij nu in een soort van gevoel van ongemak te... Nee, dat wel meevalt. Ik denk dat we gewoon een beetje klaar zijn. Ik ben heel tevreden met het interview. En nu voelt het een beetje alsof het als een ballon leegloopt. Ja. Is dat niet zo? Ja. Is dit een beetje het resultaat van het... Ik denk dat we allebei eruit gehaald hebben. Jij hebt je eerste spannende aflevering en ik heb een beetje toegang gekregen tot nog meer jonge geesten. Zomergeesten. Ja. Give me some virgin blood. I need more virgin blood. Feed me, Seymour. I need some blood, Seymour. Feed me blood. I'm just a small plant. Don't worry about me. I'm not dangerous. Dat. Seymour, feed me. Human blood, Seymour. Preferably female virgin blood. Bedankt. Is de microfoon in de basket? Ja, kijk gedaan. Jij bedankt. Vertel nog even die anekdote dat ik jou stomp op je ribben ga. Nee, vertel jij. Ja, de allereerste keer dat we elkaar ontmoet hebben. Ah oh ja, die ging je uitdagen. De allereerste keer dat we elkaar ontmoet hebben, heb je mij ook een flinke klap verkocht. Ja, we hadden een afspraak. Het was consensual. Want we hebben twee weken met een gekneusde rib rond. Nee, maar we hadden een afspraak. We zeiden, jij mocht mij eerst 3 klappen geven. Dit is een soort jury. ik ben nu een jurytje aan het poelen. Jij mocht mij eerst 3 klappen geven. En jij sloeg mij 3 keer en toen zei ik, geef ik 1 klapje terug. Toch? Zo ging het. Het was niet dat ik zomaar uithaalde. We hadden een afspraak daarover. Oké, ja, als jij dat zo... Kan je dat niet zo herinneren? Ik sloeg niet uit het niks. Jij hebt mij 3 klappen eerst gegeven. Nou, niet echt. Jawel. Wil je nog een keer proberen? Nee. Zullen we nog een keer dat doen? Nee. Ja. Succes met je programma. Ja, dankjewel. Bedankt dat je hier was. Ben je er op de volgende unsafe event? Kom je dan ook hier zeker feest vieren? Ja. Ik heb party. Niet, wat is dit een goed einde? Ik heb het idee dat dit een beetje een raar einde is. Je hebt het overtuigd. Sorry? Je hebt het overtuigd. Oh jee, hij is opgestaan. That's it, Michiel. Hem krijgen we niet meer terug de bank op. Ja. It's a wrap. Nou, dan, hoe zeg je dat? Bij zomergast is er altijd een soort zomergastenfilm. En wat is de zomergeestenfilm die we allemaal moeten kijken? Michiel, gaat het? Nou, ik zie jullie allemaal, ja. Gaat het? Het gaat goed. Ik had toch eigenlijk een soort van hoop dat we zouden eindigen in een soort
apotheose van dit gesprek, maar dat is niet zo. Dus dat moet ik me bij neerleggen, dat dit het einde is. Dit is het einde. En nou, dit was de allereerste aflevering van Zomergeesten. Ik hoop jullie volgende week allemaal terug te zien. En dan is mijn gast, als het goed is, Stefano Keizers. Dus tot volgende week. Was het einde goed? Was het zwaar? Nee, was het leuk. Ja? Ja. Ben je nerveus? Ik ben niet nerveus, nee. Ben je emotioneel aangedaan? Nee. Ik ben helemaal cool. Aan het einde zeg je, ik verveel me kapot. Ik hou ermee op en dan is het een beetje een gek einde. Dan ben ik over nadenken of dat goed is of slecht. Ik kan er niet echt een antwoord op geven. Maar ik heb ook een vraag voor jou. Ja, hoe moet ik het vragen? Ben je tevreden of niet? Weet ik niet. Het is niet mijn project. Oké, ja. Kijk, jij zei we moeten even context geven. Jij had net een soort ervaring, een soort van apotheotische... Je zag een apotheose in wat ik deed, waar ik gewoon een beetje aan het inzakken was. Nee, ik zei, dus we hebben de aflevering opgenomen. En dus aan het begin gaan we dan heel braaf zomergrasje spelen, zeg maar. En op een gegeven moment zakt het natuurlijk door het ijs. En dan uiteindelijk draai jij het om en ga jij vragen aan mij stellen. Zo van, kom op, hoezo, dit is helemaal niet gevaarlijk voor jou, wat wil je nou? Je gaat eigenlijk doen wat je altijd doet, gewoon dit, zeg maar. Weet je wel? Maar dan niet fysiek, maar... Psychologisch, hè? Ja. En je hebt net uitgelegd, je zegt, ik ga maar één kunstwerk van mij uitleggen. En je zegt, dit leg ik meestal niet uit. Je ziet gewoon het portret en mensen zien dit niet, maar je voelt het op een onbewust level, hè? En dat ben je helemaal aan het uitleggen. Dat is een hele goede duiding. En verder heb je ook helemaal geen zin om over je eigen werk te praten. En dan gaan we weer zitten. En dan maken we het weer donker. En dan zijn we eigenlijk weer het toneelstukje aan het spelen. Zo van, we doen even dat zomergastensfeertje. Maar dan keer jij het eigenlijk om. En dan ga jij mij vragen stellen. En ik word onzeker een beetje van jouw geprik. En uiteindelijk loop jij zeg van, ik verveel me. En jij loopt weg. En ik denk, shit, het is mislukt. En pas in tweede instantie heb ik door dat jij eigenlijk... het voor mij eigenlijk gevaarlijk maakt... doordat je mij zo hebt gemanipuleerd... gedurende het gesprek... dat ik daadwerkelijk die blik heb, zeg maar. Gewoon die blik van dat schilderij. Je hebt mij gewoon... Dus ik denk dat ik een portret van jou maak. En uiteindelijk ben jij mij... net als Sint-Lucassen, gewoon te slim afweer. En ben jij stiekem al bezig met mij... gedurende die 3 uur zo te bespelen en manipuleren... dat ik geportretteerd word. Op die manier, zeg maar. Waar was je bang voor? Ik was bang dat het gewoon niet goed was. Dat het gewoon mislukt was. Want ik denk niet dat andere mensen dit op die manier gaan zien. Ik denk dat ze denken dat jij nu een verkoopspraatje aan het houden bent. En dat jij gewoon hebt gefaald. En dat je nu allerlei drogredenen aan het verzinnen bent waarom het toch goed is en al die dingen. Ik denk niet dat iemand daar intrapt. Het viel uit elkaar, man. Je hebt een goede poging gedaan. De cameraman heeft het gezien. Het is een mislukking. Ja. Ja, ik ben heel tevreden. Ik vind gewoon... ik dacht, ik ga er open in en ik laat me verrassen. Dat was mijn insteek. Dat het ging over de relatie tussen performance, maatschappij en schilderkunst. Hoe performance kunst niet werkelijk... dat is de inhoud. Daar gaat dat klopt. Over. Maar op een dieper level, waar het over een dieper level over gaat... Psychologie. Is dat je als de geoefende kijker kan perfect zien dat jij... Je zegt van jezelf, ik ben een psychopaat. En die kan zien van, oh verrek. Hij zegt van alles, want het zijn superboeiende dingen. Maar tegelijkertijd is hij ook als een psychopaat bezig om de interviewer te misleiden. En die naïeve jongen die laat dat gewoon doen. Want die is gewoon als een hondje enthousiast over zijn nieuw conceptje. Kijk hem erin trappen. En maar het feit dat ik daar toch weer gewoon transparant over ben... Dat maakt het ook weer hermetisch. Niet bijzonder, maar dat maakt het wel hermetisch. Nee, juist niet hermetisch, want jij bent juist... Je kan er overheen stappen over dat gevoel van ongemak. En jij gaat daar niet door een bepaalde afstand te creëren. Hele psychologische machtspelletjes is onderdeel van mijn kunst. En het is misschien wat luguber en niet helemaal volgens de smaak van de tijd. Maar het is absoluut geen verkrachting. Het is misschien psychological rape, maar... wel consensual. Ja.
Ja. Nou, ik denk dat je beter ons gesprek niet beter kan samenvatten.